Epoch Magazine nummer 9 net verschenen. Dit is het derde van een reeks die bij elkaar hoort na de nummers over Neo-Nederland en Nee DDR-land. Volgt dit nummer waarin we de hele actualiteit over het coronavirus en het machtsvirus naar een niveau hoger tillen. De vraag over onszelf en de wereld. Kortom, de vraag naar ons paradijs. Het paradijs is van oudsher de plek die ons beschermt tegen natuurkracht, maar ook tegen staatsmacht, de twee grootmachten waar we in onze tijd mee te maken hebben. In dit nummer keren we onder andere met documentairemaker Marijn Pools terug naar Eden. De titel van zijn derde deel van de trilogie over klimaat, natuur en mens en dat verschijnt ook in september. Daarnaast staan er essays in over landschap, de tuin en het paradijs van auteurs als onder andere David Engels. Oswald Spengler, Erik van Goor, mijzelf en vele anderen. De criminalisering van de burger door natuur- en staatsgeweld te gebruiken werpt ons terug op onszelf. En dat doen we in stijl met een van de mooiste, zo niet het mooiste en een van de meest relevante en actuele epoknummers die we tot nu toe gemaakt hebben. Wie zich nu abonneert op Epoc. Begint niet alleen met dit nummer, maar ontvangt daarbij gratis onze heruitgegeven klassieker Het Paradijs op Aarde. Van Henri Baudet. Inderdaad, de grootvader van. Een schitterend boek over dezelfde thematiek, verschenen in hart half -kaft met leeslint. En dat is een echt pareltje. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Het is vrijdagavond 4 september. Mijn naam is Tom Zwitser en het gaat vandaag over wat er vanmorgen en vanmiddag in Den Haag gebeurd is. We zitten dezelfde avond nog in de studio met mensen die er waren. En een daarvan is Huig Plug, dus niet de minste. En voor ik u meer over hem vertel, wil ik graag eerst aan Huig vragen wat er precies gebeurd is in Den Haag vandaag. Goedenavond, Tom. Ja. Uh, Dank je wel voor je komst, trouwens. Het is een heel gereest nog om het uh, te halen. Maar... Uh, ja, ja, zeker. Maar ik uh, vond dat ik hier naartoe moest komen uh, urgent. Uh, eigenlijk met spoed. Om mijn verhaal te doen. Omdat ik uh, het zat ben uh, wat er uh, bij het ministerie van Justitie gebeurt. En uh, waarom, ja... Ik sta bekend als de klokkenluider van het gevangeniswezen. Uh, ik zeg dat ook nog wel eens vaak om dingen aan te duiden. Uh, mijn, mijn zaak is in de krant op 15 juli 2020 in het Algemeen Dagblad verschenen. En de laatste zinnen... Uh, ik moet zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben... omdat ja, dit is niet voor mij uh, dagelijks kost. Ik ben voor niemand bang... Dat weet ook iedereen, maar vandaag bleek ik opeens een onheimisch uh, gevoel over mij heen te krijgen. Omdat ik de laatste dagen uh, meerdere keren uh, lastig ben gevallen door de Nederlandse politie. Um, lastig gevallen. Men is donderdagochtend 3 ja, dus. september om 7:25 uur 25, uh, aan mijn woonadres heeft men mij wakker gemaakt. En uh, er stonden twee agenten die werkzaam zijn voor uh, politie Katwijk... Ik sta in Katwijk, ik ben Huige Plug, klokluider van het gevangeniswezen. En uh, er staan twee politieagenten bij mij aan de deur. Het is nu filmen? half acht. Uh, ik heb ze gefilmd, dus het staat allemaal geregistreerd. En een van die twee zegt van, uh, de introductie was, uh, je moet CCB bellen. Of je CCB wilde bellen. En ja, je denkt van, uh, dit is een slechte film. Of is, wat is dit voor idioterie? En, uh, uh, dus ik zeg, wat is CCB? ja dat weet je wel weet je zelf nee uh, geen idee of ja ik had het moeten weten en dus ik denk ja ik weet het niet mm. nou uh, heen en weer gesteggel dan zeg ik ik de klokkenluider ik ben de klokkenluider van de gevangeniswezen. Nou, dan denk ik van wat, ja maar ja, ik heb mezelf niet regisseren. ik sta allemaal mijn onderbroek in mijn eigen huis met twee agenten voor de deur dat is dat is gebeurd uh, ik was een beetje van slag ik denk, wat, wat gebeurt er nu ik ben de afgelopen maanden uh, ik heb de afgelopen 2,5 heb ik 30 uh, keer gedemonstreerd, eenmansdemonstraties. Wat nu me is toegestaan in Den Haag, je mag nou, dat demonstraties komen, mogen. We, niet maar... Komen we nu misschien al, zo met verder uh, op, of, ja. uh, eenmansdemonstraties om aandacht te vragen voor de zaak en de zaak is niet ja. iets wat ik verzin of uh, dat ik dit uit mijn duim zuig. Ja. Ik heb uh, 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 tot 15 december 2019 voor justitie gewerkt en ik ben in, op zondag 15 december uh, eervol ontslagen. Na 30 jaar. Uh, ja, ook dat. En uh, op uh, artikel Arar 99, uh, verstoorde verhoudingen. Uh, uh, de, het verhaal is best wel uitgebreid. Maar, um, maar goed, maar, je kwam vandaag in Den Haag Ik haal? ging vandaag naar Den Haag toe, ja. uh, wat ik al heel vaak heb gedaan. Ik ging vandaag voor de dertigste keer. En uh, ik ging naar, het, naar de ministerraad toe. Dat begint s ochtends bij Mark Rutte, Algemene Zaken. En. Uh, daar verzamelt de Nederlandse pers zich altijd. En ik ben daar ook uh, heel vaak te zien. En dat kun je ook zien op ANP-foto's. Ik, ik ben niet publiciteitsgeil. Ik, eigenlijk wilde ik de afgelopen maanden... dat er iemand van de Nederlandse pers op mij af zou komen lopen... van joh, wat is jouw verhaal? En uh, er is een stuk van mij verschenen in het Algemeen Dagblad. Maar het is een, een startschot. Het is een fragment van wat er werkelijk is gebeurd. Mm. En ja, uh, ik heb heel vaak op de Nederlandse pers afgelopen om te kijken van... nou, kom maar, weet je wel. Ja, ja. Of misschien, komt er, misschien heeft er iemand van de NOS wel uh, <coughs> uh, het lef maar om... Maar nog geen nog nou, schijn van een ik heb Marcel Geloof heb ik zelfs uh, richting Algemene Zaken zien lopen... of richting ja. Binnenhof. Ja. Toen ben ik achter me aan gaan lopen en ik zeg... meneer Geloof, bent u geïnteresseerd in een of echt nieuws... of een, best wel een zaak van een klokluider? Mm. Nee. Ik heb, we hebben dat, ik heb dat gefilmd. Dus dat staat ook op de band. Dus je ziet geen uh, weglopen. En ik ben echt verbaasd. Maar aan de ene kant denk ik: van ja, dit, is dus, uh, dit is dus het serieuze uh, NOS-journaal. Ja. Met zoveel kijkers. En de andere journalisten: uh, ja, ik word heel veel gefotografeerd door, uh, uh, of ongevraagd. En uh, door officiële ANP-fotografen. Ook sommigen die, die het wel vragen. Mm. Nou, daar, daar, geef ik dan, uh, daar praat ik dan mee. En, maar er is er ook een ANP-fotograaf die uh, die, mij, die kwam ik een keer tegen. En dan prrr, prrr, dus ik liep op hem af. Ik zeg: Hoi, ik ken je niet. Ik zeg: Voor fotografeer je. En misschien kan ik ze kopen of kan ik ze bekijken op internet. En dan zegt hij niks. Dat vind ik wel heel apart. Yeah. Maar lang verhaal kort: dit is wel heel erg uitgebreid. Of, uh, ik ging vanochtend, 4 september 2020, naar Algemene Zaken. En ik liep de parkeergarage uit en ik, zie, ik kijk naar het Mauritshuis. En daar staat ME, de hele linie van het Mauritshuishoekje tot de ingang aan de Tweede Kamer. Een en al bijenpakjes, politie, uh, ME-bussen, <tie> later politie te paard. Maar ik wandel met mijn demonstratiebord en mijn tekstbord naar al algemene zaken. En ik, ik loop gewoon heel ja. Zelf, ja, zelfverzekerd, ik loop gewoon waar ik altijd, altijd naartoe ga. En niemand leg mijn duimbreed in de weg en ik loop naar algemene zaken op een binnenpleintje. En daar aangekomen. nou dan Normaal zet ik mijn bord tegen de boom aan en dan deel ik af en toe iets uit. Maar toen kwam er een. Uh... Op dat moment denk binnen 60 seconden, kwam, uh, kwam er een, uh, twee agenten op afgelopen en een agent op een mountainbike. En dat bleek, een, uh, die stelde zich voor: ik ben Erwin en ik ben de wijkagent van Katwijk aan Zee. Waar jij woont. Ja. ja, en ik sta er op het Binnenhof en hij zegt... ik ben ...een paar weken geleden heb ik, ben ik twee keer bij je aan de deur geweest. Hmm. Ik vind het heel opmerkelijk. Ik had gehoord dat er politie bij buurtbewoners, mijn buren... ...die hadden uh, mij erop geattendeerd dat er politie aan de deur was verschenen. Hmm. Vind ik heel raar. Uh, omdat ik denk van, ja, wat is er dan gebeurd? Weet je wel, of laat een briefje achter of bel me gewoon. Want ja, agenten die aan de deur staan... Uh, dan, het is Katwijk, of in elk dorp zou je denken van, ja, uh, oh, ja, hm, die, je weet het niet. Dat is, uh... Maar uh, dus de wijkagent van Katwijk Zee spreekt me aan op het binnenhof. En uh, ik, hij had kennis willen maken met mij en uh, eigenlijk was de achterliggende vraag van, wat doe jij daar op het binnenhof? En uh, ja, ga je dat nog vaker doen? En uh, leg eens uit, gaat het wel goed met je? Wat dan ook? Dus ze wilden met me praten. Maar gaat, hun, gaat dat wat aan? Bedoel, je staat daar, je deelt wat uit. Ga, gaat de politie dat iets aan, wat jij daar überhaupt doet... als je, als je daar geen openbare orde verstoort? Goeie vraag. Uh, we hebben, uh, wat, wat je de politici, politici vaak hoort zeggen... Uh, demonstratie is een groot recht en Nederland staat... Uh, is, wijst, vra, graag, wijst graag met het vingertje naar uh, Hongarije en Polen. Er reizen zelfs rechters naar Polen om te zeggen... van. Daar gaat het mis en daar gaat het mis. Maar ja, in onze eigen, in de stad van vrede en recht. Ja, ik heb daar uh, 30 jaar voor gewerkt. Uh, eigenlijk kan ik zeggen: ik wil niet zeggen van dat dat uh, uiteindelijk mijn doel is. Maar die slogan, die spreuk, die moet van alle panden afgeschuurd worden. Want het is niet waar. Het is een grote, uh, het is bedrog. Uh, ik ga mijn verhaal hier vertellen. Dat zal ik in etappes doen. Het is te veel. Ik moet bijna naar adem hoppen, omdat ik. Uh, uh, ik ben het niet gewend. En ik ben normaal een. Uh, ja, ik, ik kan het al heel veel dingen grappig vertellen. Ook serieuze zaken. Uh, maar ja. Ja, de, de, de kijkers die mij niet kennen, ja. die denken van wat, zo, wat, wat is dit voor een figuur? Het is ook bizar dat je in Den Haag door een, je eigen wijkagent van Katwijk aan zee op een mountainbike op het Hij... Binnenhof aange, uh, uh, wordt gesommeerd uh, te vertrekken. Ja. Ja. Ik ben wijk van katwijk. We kunnen een bij u dan de deur worden. Je met u, dus wel aan. Nou, dat, dat is wel interessant. Dit. Ik zei tegen hem: ik zeg, uh, de wijkagent, zeg: Je werkt in kattenkezé, ik zeg: Wat doe je hier? Hij zegt: Ja, wij worden overal en nergens ingezet. Ja, uh, uh, ja ik heb heel veel demonstratie. Wat ik de afgelopen twee en halve maand heb gezien in Den Haag. Dat zal niemand geloven, maar er is heel veel vastgelegd op camera. En ik ken heel veel ambtenaren die niemand die de bu normale burger niet kent. En ja, ik, mijn verhaal wat ik ga vertellen, ik ben hier naartoe gekomen om... Ik ben het spuugzat hoe ik behandeld word. Ik voel me bedreigd, ik voel me geïntimideerd door de Nederlandse politie. Ik voel me in de steek gelaten door de Nederlandse politiek. Ik voel me in de steek gelaten door minister Grapperhaus en minister Dekker. Ik vind dat de, de, de personeelsleden van de Scheveningse gevangenis en de gedetineerden... Van de Scheveningsgevangenis. En daar zit het International Crime Court, de ICC, ja. UNDU, de United Nations Detention Unit. Onder andere Karadjic heeft daar gezeten. Nee, ze zitten er nog. Ja. En uh, het gaat mij erom en het JCVZ als het gevangenisziekenhuis. Ik heb het Justitieel Centrum voor Formatische Zorg. Dat is mijn werkplek geweest. En het PPC. Het is een hele uh, interessante werkplek, maar. Uh, ik ga een boekje open doen over de misstanden die daar de afgelopen jaren zijn gebeurd. En ik ben niet de enige die aan de bel heeft getrokken. En er is heel veel gebeurd. En er is recent zijn er ook nog rare dingen gebeurd. En ik ben een melder die uh, vasthoudt. Ik heb niet gekozen om klokkenluider te worden, want dat kies je niet. Nee, je, je justitie verwacht van jou... Dat als je dingen ziet die niet kloppen, dat je dat op papier zet en dat moet je melden bij de leiding. Dat moet je melden bij de leiding. Ja, gewoon, dat moet je melden. Dat is een procedure. Hoe een mens ja. in elkaar zit natuurlijk. de natuur van: hé, hey, dat klopt niet. Ja. Nou, sowieso. Ja. Maar bij ons, ik ben het op pad opgegaan met drie collega's. En uh, wij, hebben een, uh, wij hebben het pad van de melder en klokkenluider uh, hebben wij bewandeld. Wij zijn daarmee gestart toen uh, in december 2017 het Kokkeluidershuis was ingestort. Dat is echt. Uh, heeft in de krant gestaan op 14 december 2000, 2017. Heeft in het algemeen dagblad gestaan. Echt, het is ingestort. Officieel er was 9 miljoen gulden euro in rook opgegaan. En uh, mevrouw Zwaneveld en Edith Snoei en nog een persoon, die hadden er niets van gebakken. En heel talloze klokkenluiders hebben zich stuk gelopen op dat klokkenluidershuis. Ja. Maar het was, het was gewoon een val, een valstrik. Ja, dat was namelijk bedoeld om. Hè, klokkenluiders die hebben uh, de reputatie dat ze uh, met een, met een, on, een onrecht aankaarten. en vervolgens binnen vijf jaar in een soort van camper of, uh, wat, of nog erger eindigen. huwelijk kapot, baan weg, inkomen weg en uh, reputatie naar de maan. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is er onder druk van de Tweede Kamer... een soort huis voor de klokkenluiders opgericht... om dat dan wat, wat soepeler te laten verlopen. Dat je niet gelijk uh, helemaal uh, naar, de, naar de galamiezen wordt gejaagd. En toen bleek na heel korte tijd al... dat er iemand van de AIVD in het bestuur van het huis van de klokkenluiders was gezet. Dus dan vergeert zo'n huis dus niet als een beveiligingsmechanisme... voor die klokkenluiders, maar... Als een soort van, ja, de AFD zit op de eerste rang om die verhalen op te tekenen. En die weet gelijk waar het. Uh... Nou, onder andere, dat was natuurlijk een groot probleem. Ja. Precies, dat, uh, dat uh, kan ik beamen. Het staat opgetekend in, een, uh, in het RNC uh, heeft daarover ja. uh, geschreven. En dat was, ja, dat, dat, dat is nogal wat. Dat je denkt dat je, uh, kijk, klokluiders. Ik, uh, toen ik, mij, uh, ik heb mij bij Gerrit de Wit ooit uh, aangemeld. Dat is van de expertgroep klokkenluiders. En die heeft ook in het, uh, de, dat is een autoriteit op het gebied uh, van het begeleiden van klokkenluiders. Uh, Gerrit heb ik vaak mee gebeld. Uh, Ex-politie, geloof ik. Hè? Ja, ja, 40 jaar overheid. Ja. is zelf ook klokkenluider geweest ja. in 1997. En die werd later afgerekend. Want er zijn altijd mensen die zeggen: Oké, okay, uh, wat goed dat je er gedaan hebt. En, maar naderhand krijg je natuurlijk. Uh, uh, laat ze alsnog vallen. Maar uh, Gerrit is een goede vent. En ik uh, ben blij dat ik hem heb leren kennen. En uh, hij heeft me adviezen gegeven waar ik me niet altijd aan gehouden heb, want ik blijf een eigenheimer. En uh, uh, ja, ik heb ook heel vaak mijn hoofd gestoten. Maar ik heb een eigen strategie en ik kan je vertellen, en de kijkers ook, wat hebben ze zich in mij vergist. En echt, ik, ga, ik, heb, ik, heb, ik ben kennisdrager. Ik weet niet hoe het allemaal is gekomen, maar. Uh, ik ga een boekje open doen, ik ga lang niet alles vertellen, maar uh, ik ga... Ik, mijn, het was helemaal niet mijn bedoeling, maar uh, Grapperhaus nee, en Dekker, ja, die hebben gelogen. Aan de kijkers kan ik zeker beamen dat je een, een wandelende archief bent. Je weet alles over de zaak Bijbassin. Je weet heel, heel veel over Demmink. En je eigen uh, dossier, dus het, datgene waar je eigenlijk om bent gaan klokkenluiden... Dat is, dat, daar ben je zo precies in uh, waar alles mis is gegaan. En, en uh, hoe die zaak is gegroeid en gegroeid aan misstanden en leugens. En uh, ja, ik heb uh, de afgelopen maanden natuurlijk vaker met je gepraat. We hebben een, stuk, een aantal stukken op onze website geplaatst over jou. Uh, jouw cameraman heeft filmpjes aan ons gegeven. Wat je in Den Haag doet. kunnen mensen allemaal nakijken op uh, bluetiger.studio. En ik denk dat het tijd wordt dat je misschien eens wat gaat vertellen over jouw zaak zelf. Hoe, hoe, waar begon het? Concreet, je hebt het over misstanden natuurlijk. De, ja, als ik teru of teruggrijp op wat ik, wat ik uiteindelijk op papier heb gezet. En, uh, wij zijn in 2017, dat is 3,5 jaar geleden. In 2017 heb ik. Uh, zijn was het uh, heel onrustig in het Justitieel uh, Centrum voor Zomaatse Zorg, het JCVSZ, een verschrikkelijke afkorting? Het, uh, maar het staat in de volksmond bekend als het Gevangenenziekenhuis. Uh, Daar was het uh, uh, onrustig onder de groep PIWers, penitentiaire Inrichtingwerkers, ook wel bewaarders genoemd of cipiers, het hele oude, uh, maar PIWer, uh, uh, of Kiwi, wat dan ook. Het was onrustig. Uh, dat was, werd veroorzaakt door de aanwezigheid van een uh, afdelingshoofd en uh, die in april 2016 bij ons begon. En die had een hele aparte autoritaire manier uh, van werken die niet go goed viel bij uh, de P.U.W.'ers en bij de gedetineerden. En uh, P.U.W.'ers kregen te maken met uh, geestelijke en fysieke klachten. Van mensen van wie ik het niet uh, verwachtte. De man was het gesprek van de dag. En uh, mensen konden in hun vrije weekend niet meer slapen, kregen huilbuien thuis en op het werk. Het is echt ongebeurd. Ongelooflijk. Uh, konden niet meer eten. En men liep alleen maar te klagen over die man. En... Ja, maar de, de grens toch aan een terreurregime als je zulke verschijnselen gaat krijgen als personeel? Mm, nou ja. Uh, de, ter, de persoon viel ook nog uh, gedetineerden lastig en met name uh, gedetineerden met een moslimachtergrond. En ik heb het allemaal opgetekend in een zwartboek. Dat is ondersteund door mij en of dat is uh, door vier collega's ingeleverd in januari 2018. Maar uh, eerst heb ik het gewoon intern aangekaart bij de toenmalige uh, directrice directeur. Uh, ik kan gewoon haar naam noemen, mevrouw van Koeveringen. Ze is nu werkzaam in PI Vucht in een PPC. Ze is daar stiekem naartoe verplaatst, maar daar kan ik over later nog even meer over vertellen. Uh, deze vrouw heeft het hele ziekenhuis laten ontsporen. Ze was niet op haar taak berekend. En uh, ze heeft niet geluisterd naar de klachten van het personeel en heeft niet tijdig ingegrepen, waardoor de zaak gigantisch ontspoord is. En Ik vind zelf dat er sprake is geweest. Van uh, uh, geestelijke terreur. Uh, of dat mensen uh, 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 opgezocht zijn. Wat je in de Green Mile ziet, weet je wel, dat er een sadistische bewaarder uh, is. Ja, wij hebben het gezien. En ik, heb, ik, kan, ik wil onder Ede getuigen. Dat heb ik ook aan de Tweede Kamerleden verteld. Ik wil onder Ede, onder camera, kom maar op. Ik wil onder reden vertellen dat uh, ja, de stad van Vrede en Recht die slogan moet weg, omdat mensen daar, in, juist in de stad van Vrede en Recht, zijn mensen in hun cel uh, gekleineerd en geïntimideerd. En ik, uh, ik wil ook, ik ga binnenkort moet ik, uh, mijn ontslagzaak ga ik aanvechten voor de Haagse rechtbank. Ik wil uh, een uh, gedetineerde oproepen, ik wil voor hem getuigen. En ik wil getuigen dat er hem groot onrecht is aangedaan. En dat ga ik ook doen. En niemand kan mij daarvan tegenhouden. En het, zal nog nooit e het is nog nooit eerder gebeurd, maar ik ga voor die man getuigen. Het is een lang gestrafte man. En die man is gewoon uh, uh, heel slecht behandeld. Dat vind ik niet kunnen. Mm. En dat hebben we aangekort. Dat hebben we dus vier bewaarders we hebben dat in januari 2018 bij mevrouw Monique Schippers, divisiedirecteur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring, de hoogste pief. De bazin van alle gevangenisdirecteuren heeft het hele dossier al twee jaar en acht maanden in haar bezit. Ze heeft niets gedaan, ze heeft ons in de steek gelaten. Ik zeg nog ons: ik ben al drie jaar weg van de werkvloer, maar ik leef nog mee met al mijn collega's en alle gedetineerden. Omdat, en daar vecht ik ook voor. En lang niet iedereen begrijpt dat. Maar ik vind, uh, ik, vind ik ga dat ook aantonen: ik, ik, uh, de mensen, ik, uh, de, alle topambtenaren zitten in mijn dossier. En, ja, uh, ze verdienen hun baan niet. Ze moeten hun schaal 19 moet afgepakt worden. Met alle topambtenaren van justitie en veiligheid. Uh, ik ik veiligheid niet en alle, en niet, niet alle, want dat kan niet. Maar uh, uh, er zit een secretaris-generaal uh, in mijn dossier die uh, de boel heeft bedonderd. De inspecteur-generaal van de inspectie JMV, uh, de vorige en de huidige Henk Corvinus, die heeft uh, gefaald. Hoofddirecteur inspecteur Hans Faber heeft gefaald. Zijn team van senior inspecteurs die hebben ons bedonderd. Die hebben ons bedonderd en die hebben de boel. Ik ben nu. Maar jullie als werkvloer, hè, de, de bewakers van uh, het gevangenisziekenhuis. Ja, maar mijn collega's die weten echt, die denken soms van, uh, uh, er is bijvoorbeeld op Facebook ook een besloten groep en daar hoor ik ook het een en ander van via via. En daar heb je voorstanders en tegenstanders van Huige Plug, Maar die weten, hebben geen idee van wat ik heb doorgemaakt. En, uh, maar kijk, ik heb de, deze strijd gevochten met hulp van hele uh, heldhaftige en moedige uh, collega's. En die, hebben, uh, die zijn gewoon op de werkvloer aanwezig geweest en ik heb thuis gezeten. Ik wilde altijd werken, maar men heeft, zich, men heeft mij gewoon jarenlang moedwillig van de werkvloer uh, afgehouden. Hoeveel jaren al? Uh, vanaf 3 augustus 2017 ben ik de tent uitgezet. Het ging niet goed met me, zeiden ze. Maar dat kwam, ja, ze doen van alles, hè. Ze draaien, dat is justitie, ze draaien alles om. Het vertrouwen was opgezegd in het afdelingshoofd wat dus... Uh, uh, ja, gaat voor... dat zwart boek. Nee, het vertrouwen was opgezegd in uh, het afdelingshoofd... dat dus de hele boel verkloten. Dat hebben wij uh, op 13 juni 2017 in een zeer historische vergadering... Hebben wij, uh, uh, dat uh, is dat allemaal gebeurd. Ja. Maar er werd niks genotuleerd... Ondanks dat ik dat eerder op papier aan de directeur had gevraagd. Van, uh, zorgt u voor een, uh, wilt u voor een uh, notulist zorgen van, uh, van een managementoverleg? Zodat alle PIW'ers zich uh, op de vergadering kunnen uh, concentreren. Nou, het is allemaal, ik heb alles heb ik gedocumenteerd. En als er geen notulen zijn, dan is het ook niet gebeurd. Mm. Dan is die lijkt het net alsof die vergadering nooit is geweest. Ja. En het was een crisisvergadering die eigenlijk drie maanden eerder had moeten plaatsvinden. Want toen trokken wij al intern aan de bel. Lang vooral kort, 13 juni 2017, in een rumoerige vergadering, uh, kwam er een tsunami van stront over deze man heen. En er was maar één conclusie mogelijk voor de zittende directeur, Annemarie van Koeveringen. Uh, ja, er is geen uh, houden meer aan voor deze uh, team, teamleider. Het team, uh, dit kan niet meer. Hij moet weg. Er moet ingegrepen worden. Maar er werd niet ingegrepen. En uh, toen, de weken daarna, bleef hij gewoon, uh, ja, die man ging gewoon verder... En hij werd gewoon op zijn stoel gehouden. Wat heeft mij de kop gekost? Ik heb uh, het aangedurfd. Uh, ja, ik... hij, hij was degene die niet alleen het personeel, maar ook gevangenen... intimideerde en lastig viel. Ja. ja. Mm -hmm. En toen heb ik op, drie, op 2 augustus een verslagje gemaakt. Twee uh, A4'tjes, een beknopt verslag. Ik noemde het niet, ik gaf geen officiële status. Ik heb dat aan vijf collega's laten lezen. Achteraf denk ik van: Mijn fout was. Uh, ik had het laten, moeten laten ondertekenen. door die personen die zeiden: Inderdaad, zo is het. Ik zet er mijn naam eronder. Maar ik eindigde met: van... Als hier vragen over zijn. Uh, dan wil, ben ik bereid om deze allemaal te beantwoorden. in het bijzijn van alle verpleegkundigen en alle PIW'ers. Dat durf ik wel en kan ik wel. En toen heb ik. Uh, ik heb het ook nog aan een vriendin buiten het werk om laten lezen. en die zegt: van, Wat denk jij? Uh, krijg ik hierdoor problemen mee? Toen zegt ze: Nou. Dit is een bom onder de directie, natuurlijk. Of een bom. Ik zei: Ja, 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 ja kan. Ja. Nou, ik heb het verslag verstuurd op uh, 3 augustus. Donderdag 3 augustus 2017, omstreeks uh, half 11. Ja. En vijf uur later werd ik van de werkvloer afgehaald door uh, het desbetreffende afdelingshoofd. Die eigenlijk. Uh, ja, dat moet er zijn. Drie, uh, zeven weken eerder was het vertrouwen niemand die man opgezegd, maar die mocht mij van de werkvloer afhalen. En mm, ik heb gelukkig een uh, verpleegkundige meegenomen als uh, toehoorder, want ik uh, moest op het matje komen. En uh, op de directie, of in de kaderkamer, zo noemen we dat, uh, daar zat de directrice met de rug naar me toe. Of die kwam binnen en het verslag lag voor haar. Dan zou je zeggen van, de openingszin is van, ja maar huig. Wat heb je nou gedaan? Weet je wel, uh, maar er werd niet over gesproken. Nee, uh, het, het kwam erop neer van, uh, uh, we vinden dat het niet goed met je gaat. En uh, vanaf maandag 7 augustus 2017 begin je bij uh, Bouwtoezicht. Dus ja, Als wat? En... Nee, ja, dus ik wist helemaal niet Bouwtoezicht. Ik wist helemaal niet dat er bestond of wat dan ook. Ja. Dus ik sprong ja. op en, en toen schroot er ook nog kramp, want dan ben je stress en je weet niet. Achteraf moet ik erom lachen, maar je weet niet wat je overkomt. Het is zo'n zo laag niveau en het is zo'n slechte film. Uh, uh, ja, ik werd gewoon, gesla uh, ik, gewoon zeg ik nu, maar ik werd uh, de tent uitgezet. Ik mocht niet meer met gedetineerden werken, want ik zou, uh, het zou niet goed met me gaan. Dus ik zeg, nou, we hebben ook nog één gedetineerde vrije post. En dat is een monitorpost, daar zit je achter camera's. Dus ik zeg, laat mij op de monitor, als ik dan toch niet meer gedetineerden mag werken, hè, zet mij dan op de monitorpost. Nee, ik moest eruit, de hele uit. Ik was natuurlijk, ik had een verslag gemaakt, op, het was niet de bedoeling dat er een verslag werd gemaakt. Want dat is eigenlijk. Ja, ja, ja. ja want, dan mocht want toen, er ook geen notulen gemaakt. Er ooit. was opeens ja. bewijs dat er op 13 juni 2017 een hele vreemde vergadering had plaatsgevonden. Met niets meer dan de waarheid. Sterker nog, ik al, als ik het uit had geschreven. had ik 15 à 4 kunnen. Met, met echt dingen die daar gebeurd waren. Dat heeft mij de nek gekost. Uiteindelijk is, ben ik thuis gekomen. Uh, 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 ik raakte. Uh, ik, raakte een beetje, ik kreeg een beetje last van uh, em mijn emoties, omdat in het dorp, ja, of Katwijk, bad news travels fast. Uh, uh, het was. Uh, ik moest om 16.30 uur, ongeveer, ik ben een beetje goed in getallen. Ik ben om half vijf naar huis gefietst die dag. En uh, waar normaal deze directeur uitblonk in uh, afwezigheid of onzichtbaarheid, heeft deze vrouw op die dag. Uh, op een mysterieuze wijze is ze heel donder, heel bliksemsnel aan het werk gegaan. En heeft ze om kwart voor vijf uh, de, het hele pand ingelicht dat ik, ver, dat ik weggeplaatst werd. Een soort maatregel, sanctie, uh, onderwerp de heer Plug. En de heer Plug is met ingang uh, van maandag uh, 7 augustus daar en daar werkzaam. In verband met de privacy kan ik geen verdere mededelingen doen. Was getekend Annemarie uh, van Koeveringen, plaatsvervangend directeur, bla 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 bla. Nou ja, dat mailtje werd om kwart voor vijf verstuurd, net na dat gesprek. En dat, nou, dat, dat, wordt dan in het, dat, dat ging dan naar de schoonmaker, van het uh, niks dan lof voor de schoonmakers en welke werknemer dan ook. Maar het ging, naar, nou, uh, het ging niet naar de verpleegkundigen maar. en naar de, naar de BWW'ers, het ging naar de, iedereen die je maar kon voorzien in het pand. En ja, uh, daar gaat iedereen bellen natuurlijk. Oh, heb je dat al gehoord? Heb je dat gehoord? Nou ja, je kan ook extern mailen. Dus het is als een donderklap. Sterker nog, iedereen wist het al voordat ik thuis was ja, met mijn du fietsje. Dus jij kwam thuis en toen? Ik kwam thuis en ik, kreeg, uh, ik werd ingelicht uh, uh, door uh, mijn lieve uh, verpleegkundige collega... die uh, zo uh, braaf was uh, en uh, uh, die schrok ook dat ik op het matje moest komen. Maar die heeft mij ingelicht van... huig, uh, de directie heeft het gepresseerd om uh, een mailtje te sturen. En uh, ja, die... Uh, Doe alsjeblieft rustig aan, want die wist hoe uh, vurig ik kan reageren. En ik ontplofte natuurlijk thuis achter mijn computer. Wat? Wat hebben ze nu gedaan? Ze hadden die en die persoon gewoon... Uh, maar ik ben dus, nou ja, ik denk, oké, okay, ze gaan deze kant op. Maar uiteindelijk, uh, doordat dat op Katwijk... Het is natuurlijk wel bizar, Huig, dat degene de waar de hele, het hele ziekenhuis van overtuigd is dat hij niet functioneert... En zelfs uh, uh, echt mi nou ja, misdaden begaat in, in zo'n ziekenhuis tegenover uh, mm -hmm. de cliënten en dergelijke. Uh, en, en ook tegenover het personeel wordt de hand boven het hoofd gehouden. Mm -hmm. en, en jij uh, schrijft die verboden notulen van die vergadering. Schrijf, stuur je eigenlijk op aan de, aan de directie. En binnen vijf uur ben jij overgeplaatst. Nou, ik werd gebouwd gezet. Ja, ja, en ja, Ik, moest, ik ja. moest eigenlijk gewoon weg, want ik, ja. ik mocht daar niet meer zijn. Ja. En dus ik, was eigenlijk, ik wilde eigenlijk nog luchten. Ik, ik moest eigenlijk van 15.30 tot 16.30 nog met een paar dames naar buiten. Okay. Maar dat, uh, ik moest gewoon met afspakken wegwezen. Wat maakt dat die, dat afdelingshoofd van jou ten koste van alles de hand boven het hoofd werd gehouden? Die moest en zou blijven ten koste van alles. Uh, ja, later heb ik het een en ander wel uh, gezien. Maar uh, kijk, uh, wat is er... Uh, ik weet niet hoe ik mevrouw chronologisch moet vertellen. Maar kijk, we gaan die... zo weer terug. Maar ik wil even dat afdelingshoofd. Ik heb ge ja, uh, geen idee. Geen idee. Uh, wat je ik... hebt wel dingen gehoord waarvan je denkt: van, uh, de, de... de man. De, kijk, uh, later heb ik gezien, in januari 2018, toen wij het uh, uh, zwartboek hebben ingediend. Toen heeft de vestigingsdirecteur van Scheveningen, Jelle Dijkstra, heet die man. Die heeft echt het hele complex kapot gemaakt. Dat kan ik echt... Dat, zo, zo zie ik dat. Die hebt echt een, een soort zo. terreurbewind eh, bezuinigingsmaatregelen... Waardoor, de, eh, eh, waardoor eigenlijk gewoon eh, eh, de veiligheid voor personeel gedetineerden... altijd in het geding is geweest. Zo. Zo. En ik kan het aantonen met documenten. Ik zeg, ik ga je niet zomaar mensen en namen noemen... Eh, want als ze, zich, eh, als ze zeggen van deze plug is zomaar laster of smaat... ik zeg, ik nodig u uit... Kom maar met mij aan tafel, kom maar in deze studio of waar dan ook. Of kom maar voor de rechtbank, kom maar bij mijn ontslagzaak. Kom maar, kom, want ik ga met mijn hand op de Bijbel, zal ik wat documenten. Ik, ik wil onder Ede verklaren, niet alleen in de rechtszaal, ik wil bij de Tweede Kamer. Ik wil eigenlijk dat er een parlementaire enquête komt naar alle misstanden en, en alle, alle zooi. En ze hebben ons in de steek gelaten. De politieken voelen me heel erg ja, in de steek heb je gelaten. Maar dan het niet alleen meer over dit gevangenenziekenhuis. Nee, het je is... Hebt het over een corruptie die veel, veel breder is Ja, dan, het, het dan gaat, ik kan De zelf. lijn gaat naar het hoofdkantoor en uh, de afdeling wetgeving is erbij betrokken bij mijn zaak. Hm. En uh, uh, de inspectie is betrokken bij mijn zaak. Of, ik noem het mijn zaak bij de Scheveningse zaak rondom het gevangenisziekenhuis. Het is zo verschrikkelijk ontspoord. Ik heb het niet verzonnen, hè? Mm. Maar door mijn vasthoudendheid ben ik, heb ik met mijn collega's het, de weg... Uh, niet van het klokkenluidershuis, dat ons ingestort. Wij zijn de andere Rocky Road hebben wij bewandeld. Uh, langs alle topambtenaren, hiërarchische weg... van vertrouwenspersoon, divisiedirecteur, hoofddirecteur Bakker... en allerlei andere mensen die aan touwtjes zitten... En ik heb echt beschamende gesprekken. Dat ik denk: van is dit de hoofddirecteur? Is dit nou de autoriteit? Dat je denkt: van als de mensen dit thuis zien, ja, het schaamrood. Het is, je kan het niet verzinnen. Ik heb het allemaal meegemaakt. En ik ben heel vaak met hoofdpijn naar huis gegaan. En dat ik gewoon 30 uur later nog die hoofdpijn had. En dat je denkt: van waar ben ik toch in verzuild geraakt? En ik, wil ik dit nog? Of wil ik niet, moet ik niet. Nou ja, ik. Uh... Uh... Ik, het lucht me wel op, maar ik weet niet of de kijker hier een, uh, of hieruit wijs kan worden en of... Uh... Nou goed, we gaan weer terug naar die maandagavond dat jij uh, terugkwam op, uh, van de fiets. He, die, uh, jouw collega belde je op. Donderdagavond. Donderdag. Ja, maakt niet uit. Ja. Mm -hmm. En uh, je, wat, wat, wat deed je? Je was ontploft. Heb je gemaild, gebeld? Wat ging je doen? Uh, toen die avond heb ik uh, of al snel een mailtje gestuurd naar een grote groep met, die, uh... ja, met wie ik goed contact heb... maar ook degenen die bij die vergadering aanwezig geweest waren... om hun in te lichten van, joh, dit, dat is er gebeurd. En dit heeft mij gewoon uh, de nek gekost. Ik heb het verslagje erbij gedaan wat ik die ochtend had verzonden... want de, de mensen die thuis zaten, die moesten het ook weten, uh, weten vond ik. En uh, uiteindelijk ben ik uh, uh, een beetje van slag geraakt... en uh, in plaats van dat ik op 7 augustus bij uh, de, die bouten zich zou beginnen... Uh, ben ik naar de huisarts gegaan en die zei nou, het lijkt me niet echt verstandig dat je daar naartoe gaat. Want uh, uh, ja, op het dorp hadden enkele uh, collega's, en oud-collega's en gepensioneerde collega's, die hadden mij gezien en benaderd. En ja, dat nieuws was het ook ter orde gekomen. Dus ik kwam ook uh, iemand tegen bij ons in het dorp en die zei van, wat heb ik gehoord? Uh? Niet door u vonden, maar ben je op het nonactief gezet? Yeah. En, ja, maar weet je, dus hetzelfde is van... Ja, iemand heeft een been gebroken, maar daar is, heeft die persoon bijvoorbeeld kanker. Weet je wel, het, wordt, het verhaal steeds wordt groter. steeds gekker. En ik, ja. Ja, Mensen dachten dat ik non-actief werd gezet. Maar dat greep mij heel erg maar aan. was dat eigenlijk niet zo? Eigenlijk was dat ook zo. Uh, ja, uh, hun noemen het... het is achteraf zeggen ze... We hebben meneer Plug een maatregel opgelegd of een sanctie. Weet je wel, ja. maatregel, sanctie, want ja. het ging niet goed met hem. En hij... Uh, uh, het, ging, het zou dus niet goed met hem gaan, maar dan werd ik wel in een, opeens in een andere groep gezet. Weer later, het afdelingshoofd waar het team het vertrouwen in had opgezegd, dat heeft in die week een rapport over mij opgemaakt, van drie pagina's. En ik heb daar op 7 augustus om gevraagd. Ik zeg, die persoon, de teamleider, moet een, een, iets op papier over mij hebben gezet, want ik zeg, dat wil ik graag hebben. Want ik wil daar bezwaar tegen aantekenen, weet je wel? Dat is ja. gewoon een soort besluit. Ik wil bezwaar aantekenen. Dat heb ik op 7 augustus gevraagd aan uh, afdelingshoofd Kees. Live op de... de ik, ik heb het allemaal beschreven ook op papier. Kees heet hij. Hij zit er nog steeds. Nog wel. En uh, ik, hoef niet, ik ben niet uit op een bijltjesdag... maar ik wil dat de zaak onderzocht wordt. En dat is ook waar ik voor demonstreer. Maar misschien is het dan wel goed om even te refereren aan het artikel... wat in het Algemeen Dagblad over jou is verschenen twee maanden geleden... Mm -hmm. Waaruit de ernst van de situatie wel blijkt. Want het gaat niet alleen, de, de misstanden die aangekaart waren, waren, betroffen niet alleen het afdelingshoofd, maar ook de brandgevaarlijkheid van het gebouw. Mm -hmm. uh, het, het communicatiesysteem, wat gewoon pertinent faalt op elk moment dat die, dat die echt nodig is, namelijk in noodsituaties. Ja. Dat heb je allemaal aangekaart. Mm -hmm. dus, en en dat, uh, dat zijn natuurlijk hele ernstige zaken. Dat in een gevangenis. En ook, dus in een gevangenisziekenhuis, dat daar uh, meerdere gedetineerden al uh, gewond zijn geraakt of overleden. naar aanleiding van een brand. Mm -hmm. En dat op dat moment, op al die momenten van nood. dat daar die communicatiesystemen faalden. wat jullie allemaal wisten. Jullie wisten dat die De directie in de, ook en de hoofddirectie wisten ook. Wist het. De directie en de hoofddirectie. Ja. Ik heb documenten waaruit blijkt dat de hoofddirectie ook op de hoogte is. Ja. En nadat de hoofddirectie. Uh, uh, er zijn aanbestedingen. Uh, de, ik ben zelf ik ben er, ik ben er vorig jaar mei pas achter gekomen, doordat de Centrale Coördinator Integriteit, mijn tweede klokkenluidersbrief, de CCI, heet hij, Dirk Rinkel. Zijn, uh, ik, de, deze man komt nog voor. Deze man is de Centrale Coördinator van Vet Grapperhaus en Sander Dekker. En deze man is betrokken bij de WODC-affaire. Dat weten heel veel, yeah. niet heel veel mensen, maar ik ken zijn naam, want deze man, deze gevaarlijke man, is op mij gezet. Ja, ik heb het niet verzonnen, Sander Dekker heeft het verzonnen. En Sander Dekker heeft uh, en zijn uh, woordvoerder Evelien Petit, die hebben mij doen uh, zeggen: van, Uw zaak ligt nu, uw brief ligt bij meneer Rinkel en die gaat uw zaak behandelen. Ja. Nou, Rinkel, die, heb, die heeft een klokkenluidersbrief van mij van 17 april 2019, die heeft die. Ff, ff, zo so, uh, uh, van tafel geveegd. Die brief werd door uh, drie man ondersteund. Mijn naam stond eronder, maar uh, uh, het is een heel uitgebreid gek verhaal. Die heeft hij weggespeeld. Toen zegt hij van, uh, 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 je bent geklopt. Dat, 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 dat is allemaal niet waar, want jij zat thuis. Zoiets, daar kwam het op neer. Maar je mag wel naar de... Uh, ik, kreeg, uh, ik mocht van hem naar de inspectie JMV, nou, uh, Op de 35e etage, de onafhankelijke inspectie. En daar mocht ik dan mijn verhaal gaan doen. Uh, maar ik mocht niet over die brief van zes pagina's praten. Ik moest op 31 mei 2019 aantonen dat op dat moment nog uh, uh, mensen. of uh, sprake was van een gevaarlijke situatie. in het JCVZ- en of PIH-landen. Ja, en wat er toen gebeurde? Uh, toen kreeg ik uh, uh, op een. Uh, Kreeg ik zomaar een ingeving. Kijk, ik had toegang tot de computer van het complex, tot mijn e-mail en tot alle documenten. Aha. En op, 4 mei, op zaterdag 4 mei 2019, uh, op een zaterdagmiddag, ben ik tot mijn verbazing erachter gekomen dat ik. Ik wist het niet eens van mezelf. Ik had gewoon als werknemer heel vaak meldingen gedaan, maar ik zag op die dag een rode lijn in uh, wat later. Uh, de nieuwe documenten zouden worden voor de inspectie en mijn inspectieverhaal. Waardoor ik uh, kan aantonen dat de inspectie. Uh, ja, de inspectie uh, JNV, dat is uh, de soort ja. recessiedienst die hebben gesjongeld. Ja, ja, ja. En maar wat is die rode lijn? De rode lijn. Ik bleek vanaf oktober 2015 meldingen hebben te hebben gedaan intern uh, aan de ondernemingsraad, aan de directie, aan de kaderleden. Uh, en dat ging over jongens, uh, onze BHV, de bedrijfshulpverlening en de portofoons, er is iets mis. Als, wij, uh, als er alarm is in het Penitentiaire Psychiatrisch Centrum, dan moesten wij uh, als PUW'ers uh, assistentie verlenen. Wij moesten direct, per direct, uh, sommige mensen moesten dan per direct uh, als gids of wat dan ook, of als uh, uh, hulp, assistentie verlenen in het uh, PPC. En als je op dat moment met een verpleegkundige aan het begeleiden was bij een TBS-patiënt of een gevaarlijk persoon of wie dan ook, dan mag je die verpleegkundige niet alleen laten. maar... Men had verzonnen dat wij wel weg moesten rennen. en die verpleegkundigen dan alleen moeten laten. en assisteren in een PPC. en stel dat er een brand is, dan moest er ontruimd worden. Maar het gros van mijn collega's. die kenden de gebouwelijke situatie niet eens. Dus die moesten assistentie verlenen in een vreemd gebouw. en dan moest je dan mensen gaan ontruimen. of uit een cel trekken. En, nou, uh, wie verzint dat? Dat is heel vaak gezegd, jongens. Wie verzint het? Kan er even naar gekeken worden? Voorheen was het zo dat de dienstcomplexbeveiliging dat allemaal deed. En dat ging allemaal perfect. Maar door bezuinigingen hebben ze verzonnen dat de PUW'ers dat moesten gaan doen. Nou, dat heb ik een keer aangekaart. Of, dat is, hebben meerdere mensen aangekaart. Van jongens, kijk er eens naar, kijk er eens naar. Want straks gaat het mis en vallen er doden. Uh, de doden. De portefoons. Nou, die hebben, ik denk dat als iedereen goed in zijn geheugen graaft, het is publiek geheim. De Motorola-portefoons die in februari 2020 zijn vervangen, die waren, ik zeg je heel vaak, gekscherend. Je kon net zo goed tegen een Snicker praten, of een Mars, of een Twix, of een Bounty. En die in, en die in je portefoon hoest steken en rennen naar een brand. Want de motorola portofoons die deden het niet. Nooit. Nou. Ik laat de collega's uit om, te, om een goed verhaal over uh, die mag geen banden hebben met Motorola, maar uh, de Motorola-telefoons die deden het niet. Okay. Die vielen uit of je had een volle accu en die rende weg en dan zei je Tom, ren niet naar de G-gang! of ik noem maar wat, ja. want er is rook en kijk uit, uh, dan hoorde ik... dat. Of, of je hoorde Tom, kijk, of hij liep leeg. En het staat, ik verzin het niet, ik heb uh, evaluatieverslagen van celbranden. En die heb ik ook aan de inspecteurs, uh, vrouwtje Hans en uh, Marieke gegeven op 31 mei. Ze vinden het niet leuk dat ik hun naam zeg. Maar ik vind mensen die de zaak hebben bedonderd, die, die namen moeten gepubliceerd worden. En die wil ik. Ik wil dat er onder ede. Ja. Ik wil onder ede verklaren. Ze hebben de boel nadat ik een melding heb gedaan, ze hebben, ja. niks, met de, ze hebben niks met de zaak gedaan. En daarna zijn er. Nog veel meer incidenten gebeurt ja. en ik, kan, ik wil het aantonen. Ja, nee, maar huig, hè, dat maakt dus duidelijk van, je bent niet iemand die klaagt alleen maar over je eigen zaak of over iemand die jou verkeerd bejegend zou hebben of je hebt een keer een uh, klap voor je kop gehad en dat liep uit de hand. Nee, het gaat hier om waanzinnige misstanden in een gevangenisziekenhuis, mm. het enige gevangenisziekenhuis van Nederland. Ja. En daar valt dan ook nog het oorlogs, het uh, internationale uh, uh, gedeelte onder. Ja, dat is, natuurlijk, dat is gewoon een gigadossier. Ja, ik kan het allemaal niet... Dat is, dat is er dus gebeurd. Maar die portofoons worden niet alleen bij calamiteiten gebruikt. Die portofoons worden 24 uur per dag gebruikt. Dus als een oorlogs, iemand van het VN-tribunaal naar de tandarts moet in het gevangenisziekenhuis... Dan heet dat een intern transport. En dan zeg jij, Nou, Tom, ik kom eraan, zo en zo lopen. Maar ja, als op dat moment iemand een TIA krijgt op een binnenterrein, is dat fijn. Als je, als je, weet je wel, dus, dus 24 uur per dag. Ik kan u zeggen, vestigingsdirecteur Jelle Dijkstra, die man heeft, heeft ervan geweten. En er zijn in 2017 en in 2019 zijn er twee aanbestedingen geweest voor nieuwe portfoons. Ik heb ook de mails met het hoofdbeveiliging heb ik ook gevraagd. Ik zei, joh, ik ga niet goed. Ik zeg: is er, nou een a ik zeg, loopt er een aanbesteding? Ik zeg: geef me een update. Wat is er aan de hand? Ja, er loopt. Heb ik in januari 2017 een aanbesteding voor nieuwe portofoons. Ja, portofoons, Het komt eraan. Ik, oh, gelukkig, kom op. Of, uh, koop ze bij de Blokker of ETHOS. Ik weet, ik het. Want, uh, ze, of een blikje met een draadje. Volgens mij werken die bij de intertoys ook gewoon over. Uh, ik meen het echt. Het, het is er mee niet, maar, ik wil er bijna ja. grap van maken. Maar het zijn geen grappen, want er zijn, er zijn doden en gewonden gevallen. En dat vind ik een zeer ernstige zaak. In de, in, in de loop van hoeveel jaar, hoeveel doden en gewonden? Ja, je dat, die, dat getal kan ik niet noemen. Maar ik heb, wel, ik heb melding gedaan van serieuze zaken ja. bij justitie. Ik ga ze hier niet opnoemen. Maar, maar doden en gewonden, allebei... Bij, ja, de, cel, de, de, de celbrand van 15 juni 2017... Uh, uh, twee dagen na onze crisisvergadering... Ja, alsof het zo moet zijn, overal waar ik voor gewaarschuwd heb... Ja. Is gebeurd. Twee, dagen na, die Twee dagen na de crisisvergadering. Wij hadden de crisisvergadering op dinsdag uh, 13 juni 2017. En in de nacht van woensdag op donderdag is er een celbrand heeft er plaatsgevonden in het PPC. Je kan het uh, checken op uh, diverse websites. Doe je gewoon celbrand, gevangenis, Scheveningen, ph landen mm. En er is een man ontleven gekomen. Maar ik heb voorafgaand aan de crisisvergadering heb ik aan mevrouw Verkoeveringen doorgegeven. Uh, laten we in die vergadering uh, de, 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 de gespreksonderwerpen moeten zijn: de sfeer in ons pand, de, de, de manier van werken, de, 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 de commandoachtige toon op is de. Dit, dat moeten we doen via de e-mail. De man durfde niet face-to-face uh, -face te communiceren, want niemand geloofde die man. De man was een fantast ook nog. Maar dat is, wil ik, ik wil hem niet de grond te praten, maar ik. Want ik zeg het. Ik, ik, ik had eigenlijk nog een aardige band met hem ook. Maar hij heeft mij geframed in een, in een verslag ook nog. De man heeft mij geframed door te schrijven dat ik uh, uh, ja, een gevaar was voor andere mensen, dat ik andere mensen iets zou willen aandoen. Ja, zeg. En dat, dat, is in mijn, dat, dat verslag ligt aan de basis van mijn ontslag. En dat ontslag heb ik niet van de gevangenisdirectie gekregen. Dat. On, dat, dat ik bedoel, dat document. Opgemaakt door dat afdelingshoofd, dat heb ik via de Haagse rechtbank ontvangen. Toen zat het wel in je dossier. Ik kreeg na anderhalf jaar Zo. het document te zien. waarom ik naar huis was gestuurd. En dat bleek uh, een feitelijk onjuist. ja, ik noem het maar een vals. Een, een, uh, ik, ik wist niet wat ik zag toen ik het las. En ik heb dat via mijn advocaat. weet je, je weet niet waar je in belandt. Mm -hmm. of klokkenluider of melder. als je tegen mijn uh, familie vertelt. Je hebt mijn vrouw vaak gehoord, nou ja, dat is echt niet leuk. En daar worden ze ook moedeloos van. En denken van, joh, hij ga toch werk of zoek iets anders. Maar uh, ja, uh, het verhaal wat ik hier ga vertellen, uh, dat is zo brengend. En ik kan soms ook om, hard om lachen, maar het is eigenlijk om te, om te huilen. En ik wil dat de advocaten van uh, patiënten of de advocaten die verhalen horen van cliënten en familieleden. Die, uh, er zijn ook go goede ...gevangenissen en goede personeelsleden. Maar er wordt ook veel geklaagd. En ja, soms terecht, soms onterecht. Maar de dingen die ik wil aantonen... Uh, ...ik heb ze niet uit mijn, uit mijn duim gezogen. Mijn zaak wordt ondersteund door artsen, verpleegkundigen van en PUW'ers van, van jouw eigen gevangenisziekenhuis? Uh, momenteel kan ik je vertellen dat ik uh, uh, het verhaal wat ik ga vertellen... ...dat dat door veertien uh, man wordt ondersteund. En dat er op dit moment uh, na... Meer dan 160 dagen, er is op 20 maart 2020 een zeer zware klacht ingediend tegen de inspectie JNV van inspecteur-generaal Henk Corvinus, voormalige topraadadviseur van, Henk, van uh, Edwin Rutte, Hoe dat, dat film van, maar van Mark Rutte, oh. een andere poppenspeler, en, uh, die niet achter een drumstel zit. Maar uh, uh, er is een klacht ingediend door uh, meer dan 10 personen tegen de inspectie. Maar de inspectie mag de klacht zelf behandelen. Dus ja, maar jij bent naar de inspectie geweest. Oh ja. Toen. En, en uh, uh, die inspectie heeft. Wat, hoe zaten ze daar? Je had het over drie leden op, op de 35ste verdieping of 45ste. Wat is het? Uh, nou, ik, ik, ik belandde dus uh, bij de inspectie. En. Ik was eens boos omdat mijn klokkenluidersbrief gewoon geëlimineerd was door de centrale coördinator integriteit. Maar die man heeft niets met integriteit te maken. Die man, is gewoon, die man, is gewoon, uh, die man elimineert klokkenluiders. En ik ben niet de enige die klachten over hem hebben, die, die over hem klaagt. Want er, zijn ook nog, er is nog sprake van uh, zeven klokkenluiders van de inspectie zelf. En die hebben ook aan de bel getrokken in 2020. Ik uh, ben daar naartoe gegaan. We hebben in een vergaderlocatie hebben we, uh, een uh, gesprek uh, gevoerd. Ze vroegen een week van tevoren: met wie komt u? Weet je wel welke mensen neemt u mee? Ik heb toen tegen de inspecteur-generaal gezegd. Uh, ik ben zijn naam vergeten, hij is ook nog in opspraak geraakt. Uh, ja, Gertjan Bos heet hij. Gertjan Bos, uh, die vroeg: uh, met wie kom je? En ik, ik schreef een zeer gewaagd mailtje. Ik, vond, ik moest zelf lachen hoe ik deed. Ik zeg: meneer Bos, ik. Uh, uh, ik zeg u niet met wie ik kom. In verband met de bescherming van mijn getuigen noem ik geen namen. Omdat, ik kon ook aantonen, eerder in, in een eerder traject zijn mijn melders, mijn medemelders. die mij een zaak groot hebben gemaakt, en ondersteund. die zijn geïntimideerd Aha. door de directie. En dat is, daardoor viel een melder af die later weer aanhaakte. Dus ik zeg, meneer Bos. Ik geef niet door, ik zeg u niet met wie ik kom. Ik, op 31 mei zal ik u omstreeks 9 uur laten weten met wie ik kom. En dan heeft u nog 90 minuten of, 20 minuten of 120 minuten de tijd om uh, uw portier op Turfmark 147 te verwittigen dat er enkele mensen komen. Al dus geschieden. Uh, ik zat daar met uh, uh, meneer Van den Berg, dat is mijn vertrouwenspersoon. Uh, een bijzonder vertrouwenspersoon van justitieklokleiders. Uh, die is zelf een uh, klokkenluider van de immigratiedienst geweest. Dus die weet in welke nachtmerrie je verzuild raakt als melder en klokkenluider. Want het is echt een verschrikking. En, uh, en twee collega's die hebben mij geassisteerd. En ik zat tegenover twee senior inspecteurs en één strategisch inspecteur. En ja, vanaf de start voelde je van... In welke... Welke... Waar ben ik nu weer in beland? Nou, wat, hoe zaten ze erbij? Of wat, uh, nou ja, gaat de, als dat inspecteur. Je, je wil dat, ik zou willen dat, uh, uh, dat, dat ze vragen stellen als, ja. je, als je een verhaal vertelt. Ja. Van, uh, dus als je uh, dat iemand. Ja, ik, ben, ik stel weer te veel vragen. Maar als ik inspecteur zou zijn, zou ik zeggen van uh, ja, zorg dat iemand uh, dat je serieus weet je wel. Ik voelde, ik voelde van ervan van. Wow? Maar het mooie was, ik moest aantonen uh, of ik, ik moest nog kunnen aantonen of op dat moment uh, de situatie. Uh, of er nog gevaar was op het complex. En ik ben die ochtend om vijf uur opgestaan en toen heb ik iets nieuws ontdekt. Het heeft zo moeten zijn. En ik had afgesproken: dit wordt een introductiegesprek, ik ga geen documenten geven. Maar. Ik had zo'n stapel aan gekkigheid, en uh, ik heb toen toch het meest urgente dossier aan hun gepresenteerd. En dat was: ik zeg: Ik wil graag dat jullie als inspecteurs uh, uh, zo snel mogelijk actie ondernemen, omdat er sprake is van gevaarzetting. De portefoons doen het niet, en ik heb uh, documenten uh, van celbranden uh, uit januari, 26 april 2019. En ik meen 25 mei 2020, dus zes dagen na dat ik daar... Of dat ik, dus hele actuele celbranden. En in vier van de vier celbranden deden de portefeuilles het niet. En in twee van de vier celbranden reed de brand weer naar een verkeerd gebouw. Zo. Nou, dat is... dus zou je zeggen, je hoeft niet afgestuurd te hebben van... Dat is best wel raar, toch? Ja, dat is fataal voor iemand. In zo'n cel. En... Uh, dan ook nog uh, waar sprake is van iemand die dood wilde. en uh, met geweld. Uh, of die met, ja, met dwang uit zijn cel gehaald moest worden. Ja. Uh, maar het, deze branden, deze incidenten zijn ook niet op de voorvallenlijst van DEI. beland. Wat je ook vaak ziet. Van de de dienst justitiële in inrichtingen. De dienst inrichtingen, DEI. die heeft uh, ook een voorvallenlijst. die ze sinds 2007 publiceren. Ja. naar aanleiding van WOP-procedures van een Daar journalist. Daar komen dit soort dingen gewoon niet op. Wat zeg je? Daar komen dit soort dingen gewoon niet op. Ik kan je vertellen dat. Zeer veel incidenten van de Scheveningse gevangenis. nooit op de lijst zijn beland. En, uh, een heel actueel voorbeeld is dat. Uh, uh, een paar weken geleden is er een man. tot 14 maanden gevangenisstraf veroordeeld. omdat hij. Uh, brand had gesticht in januari 2020. op afdeling Oost van het JCVZ, het gevangenisziekenhuis. Toen waren de oude Motorola-portefoons. die het bijna nooit deden. Die waren nog in gebruik. Toen is er een celbrand geweest. Die celbrand die kwam niet op de voorvallenlijst. Dat is toch apart? Mm -hmm. Het is een serieuze celbrand. De officier van justitie heeft in, het, uh, in zijn zaak gezegd. er was sprake van gevaar, gevaar voor het personeel en voor de gedetineerden. Ja. Vertel mij nou eens, justitie. Ik heb het vaak gezegd, ik heb het ook aan de Tweede Kamer doorgegeven. Ik kan aantonen dat Gerard Bakker, de hoofddirecteur DEI, Monique Schippers. Uh, anne Lore Roelofs, Erik Nijman en nu momenteel plaatsvervangend HDI, Michel Groothuizen. Die ook nog plaatsvervangend raadser is aan het Hof arnhem Warden. Die mensen, ik weet het niet. Dan zijn ze directeur van de gevangenis en dan zit hij ook nog in een jurk in arnhem Warden. Vertel mij eens, waar, is die, waar mag je dan ook nog rechteren? Maar dat is een andere kwestie. Ik vind, ze hebben allemaal dubieuze nevenfuncties. Dat is ook nog een aparte uitzending waard. Ehm. Um... Of functies. Dat zijn jouw woorden, ik weet het niet. Maar uh, dat mag allemaal. Uh, mogen we hem nu knippen misschien? Want ik, ik krijg hele droge lippen, joh. Nou, dan schenk je even lekker in. Draag uw aandacht voor een van onze all-time favorites. Gekochte journalisten. De auteur Udo Oefkot werkte jarenlang bij een van Duitslands grootste kranten, de Frankfurter Allgemeine. Hij kwam daar in aanraking met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Journalisten bleken zonder probleem voor geheime diensten te werken... ...lieten zich vetteren met lange snoepreizen naar Amerika... ...en lieten vergaande invloed van overheden toe in hun schrijfwerk... ...en waarover ze wel en niet schreven. Hij kreeg spijt van zijn werk, nam ontslag en schreef gekochte journalisten. Dit boek stond drie jaar lang achter elkaar in de top 10 van Duitsland... ...tot groot ongenoegen van het hele media, boeken- en bladenkartel en de geheime diensten... Een paar jaar geleden overleed Oelfkotten aan de gevolgen van zijn werk. Veel te jong en zo belangrijk geweest voor de ontmaskering van de mainstream media. Kijk voor meer informatie op www.deblauwetijger.com. Dank u wel. We nou ja, danken AstraZeneca en, uh, en Motorola voor de sponsoring van deze uitzending. Ik heb een injectie gekregen van de broer van Hugo de Jonge en mijn hele leven is helemaal veranderd. Sinds ik Hugo de Jonge heb leren kennen, Ligo. Yo, uh, waar gaan we naartoe? Huig, je was bezig met uh, het verslag waar je, je was bij de inspectie. Ja. En, en uh, je vertelde hoe ze erbij zaten, uh, hoe je ontvangen werd. Mm -hmm. ja. um, ja. Nou, hoe, hoe ik ontvangen werd, uh, mijn uh, twee collega-PUW'ers, ook medemelders, zaten erbij. Eén, uh, de, de vierde melder uh, die ondersteunde nog de zaak, maar die was zo teleurgesteld in de hele organisatie. En die zegt van: ik kan het niet meer aan. Ik trek deze uh, operatie niet meer. Mm. Maar als je het op papier zet, ga ik er wel, weet je, zal ik het wel ondersteunen. Maar die had geen zin meer om. Uh, ...om daar naartoe te gaan. Die kon het niet meer aan, weet je. Want het is heel zwaar. Je gaat, je, je trekt, je gaat niet zomaar... Uh, uh, ...of klagen of wat dan ook. Je, je, je weet dat je een serieuze zaak hebt. Ja. En je weet dat je... Uh, uh, ...dat je... ...je bent voor andere mensen bezig. Dat hebben sommige mensen ook niet eens door. Um, wij hebben ons woordje gedaan. Eerst voorstelrondje. Ik was zeg maar, ja... ...eigenlijk, ik ben de motor geweest achter het hele verhaal. Ik ben de aanjager... Ik, ik heb constant notities gemaakt. En, en ik daarom zorgde, moest jij ook weg? Ik zorgde dat ik een tijd. Nee, ik was toen al weg. Maar in het verhaal. Uh, uh, ik, was, ze, ik, ik was zelfs niet eens de eerste melder bij het hoofdkantoor. Er was één persoon die nog voor me was. Dus dat, de, de eerste melder heeft eind november 2017 uh, uh, bij uh, Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit Vara Mitra. Aan het uh, Turfmarkt 147 aan de bel getrokken. Ik heb vlak uh, uh, eind 2017 bij Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit Thea Bogers aan de, aan de bel getrokken. En ons circus is. Uh, in januari 2018 ging de zaak rollen. Maar ik moet de stop maken naar mei 2019. Of hoe ik. Uh, ik voelde direct al. Uh, dit is. ...stront aan de knikker, dit is een instantie die mijn zaak moet onderzoeken... ...maar ze nemen me niet serieus. Dat voelde je. Mm. En uh, uh, dat is heel erg vreemd. Dat is intuïtief. Intu intu maar ik had gelijk. Mm. En de personen, twee vrouwen en een man die er zaten... ...Hans Merkers, de strategische inspecteur... Ja, dat wat, je denkt, wat is een strategische inspecteur? Ja, die luie... Je uh, zoekt het op op LinkedIn. Mm. Dus ik kon het hem niet vragen... Uh, maar goed. Het leek wel alsof hij strategisch of ze, of ze de zaak kapot wilde spelen. In plaats van helpen. Maar vroegen ze je? De, hielden ze het gesprek op gang? Begeleidden ze je in dat gesprek? Niets van dat nou, alles. Een klokkenluider komt natuurlijk altijd gespannen aan. Nou, op, dat moment, op dat moment was ik niet eens een klokkenluider. We waren op dat moment te melden. Oh ja, ik had er wel een klokkenluidersbrief geschreven. Ik was wel een klokkenluider. Maar. Uh, ik voelde me. Uh, uh, ze stelde geen vragen. En als je inspecteur bent, dan denk je van. Ja, wat, wat is dat? En Marike die, uh, zat achter haar uh, uh, iPadje of laptopje. Die zat uh, de notulen te doen. Of, uh, nou, dat hoefde ook niet, want zij maakte in mijn opdracht een geluidsopname. En mijn verzoek aan de inspecteur-generaal was, generaal, uh, was geweest. De toenmalige IG, dat was Gertjan Bos. Initiale JG-bos, zo kan je hem vinden in de Staatsalmanak. En ik raad alle kijkers aan, als je de Staatsalmanak hebt, ga terug naar de IRT-affaire in de jaren 90. Dan kom je ook een JG-bos tegen. Ga terug naar 1997, 1998, daar kom je hem bij een andere positie tegen. Interessante man. Ik kwam hem in mijn zaak tegen. En ik kan je vertellen, meneer is geen goede inspecteur-generaal geweest. Want een inspecteur-generaal zorgt gewoon dat zaken opgelost worden. En ik heb een hele nare ervaring, deze inspectie. Uh, en ik kan het, ik hoop, ik, mijn hart gaat uit. En ik, dit, is, dit is geen drama, Queen, mijn hart gaat uit. En mijn gedachten naar de zeven klokkenluiders van de Inspectie Justitie en Veiligheid, die in, uh, die in 2017 het lef hadden om op te staan op het hoofdkantoor op de 35e etage. Want daar heeft daar ook iets heel geks afgespeeld. Dat is gedocumenteerd in een artikel wat op 28 januari 2020 is gepubliceerd door Koen Voskard in het Algemeen Dagblad. Zeven klokluiders hebben aan de bel getrokken. Die hebben gezegd er heeft sturing plaatsgevonden op diverse rapporten van de inspectie JNV. En ja, dat is uh, natuurlijk heel groot geworden. Toen. Nee. Nee, echt niet? Nee, dat denk je. Maar kijk, in, uh, de, in december 2017, toen, toen Vert Grapperhaus... Later en, met de WODC-affaire, toen, toen Vert, de was... Vert. Vert Grapperhaus en, en uh, Sander Dekker, die uh, twee maanden na hun aantreden. ontplofte de WODC-affaire. Ja. En uh, 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 die zaak. er zijn drie rapportages over, over verschenen. Ja. Allerlei commissies and and en dit en dat. ja, kijk, maar de waarheid komt nooit echt naar boven. Dat, dat was een grote affaire, noemden ze dit. Moet je je voorstellen dat de klokkenluiders van de inspectie, JNV... die hebben in januari 2020 gezegd... dit is een affaire, de, de, het publiek en de pers weet nog niet eens de omvang. Ik wel. Maar de, de, de klokkenluiders van de inspectie die hebben gezegd... Van, uh, dit is een affaire die overtref, overtreft de WODC-affaire. De WODC-affaire was... er heeft sturing plaatsgevonden op wetenschappelijke rapporten... Ja. Van het ministerie van JNV. Nou, oh, dat meen je niet. Gebeurt dat in Nederland? Weet je nou, hoe, hoe onder moet boven? Dat kennen we van Nederland. Als Rutte, dan moet je oppassen. Onder, als, als, er on, over de, als de VVD over onder steen. Nou, <coughs> dan gaan ze. Ja, dat komt, dat, de waarheid komt. Dan dat gebeuren hele vreemde dingen. Sturing op andere rapportages waar je het eerder over had. En waar, waar kon... Koen Voskal overpubliceerde, bleef totaal stil? Nee. Um, ze, ze hebben, er zijn namen genoemd. Deze mensen die, uh, opereren in volledige anonimiteit, omdat ze bang zijn. Ze zijn doodsbang. Kijk, ik ben. Uh, zeven klokkenluiders. Uh, ja, dus ik uh. ben naar de buiten getreden, ik was al ontslagen en mijn. Uh, ik, durfde, ik heb ook vanaf meet af aan op het hoofdkantoor gezegd van... ik wil niet anoniem zijn, ook niet bij de vertrouwenspersoon. Ik zeg, flikker mijn, zeg mijn naam maar na eh, maar. Eh, ik ben niet bang, omdat mijn verhaal klopt. Maar eh, er werd mij aangeraden, zo lang mogelijk anoniem, anoniem, anoniem. Maar op een gegeven moment wist de top eh, precies waar en wanneer wij aan de bel trokken. Dus er zijn allerlei machinaties. Je bent niet veilig, ook niet bij de centrale vertrouwenspersoon integriteit. Ik kan het allemaal... Aantonen, als ze zeggen hij liegt, zeg ik kom maar op, laat je eigen onder e onderede horen, laat je maar voor de camera, maakt niet uit, NOS, het hele batterij, kom maar, kom maar verklaren, want ik kan verklaren, je bent niet veilig bij de centrale vertrouwenspersoon, je bent nergens veilig, ze zijn uit op, op het klein maken, het verhaal moet klein maken, klein maken, ondertussen gaan ze, willen ze ook nog zeggen van, huigplug is gek. Hij moet naar een psycholo psycholoog of psychiater. Ben ik ook niet bang voor? Huig Plug leeft in een parallel universum. Uh, Huig Plug zegt het vertrouwen op in personen uh, die, als ik dat doe, dan heb ik daar een gegronde reden voor. Weet je wel? En dus ik heb elke keer ook gezegd, ik heb uh, op een gegeven moment gezegd, het is vandaag 4 september 2020. Het is vandaag precies één jaar geleden dat secretaris-generaal toenmalig secretaris-generaal Sibert Rietstra van justitie. Uh, die uh, kreeg die positie nadat Pieter Klo uh, in een ravijn donderde in maart 2015 de Tevendeal. Opstelte, Teven, Pietertje Klo. Die kwam na Joris Demmink. Pieter Klo moest het veld ruimen. Gehuurlijk in een ravijn. Ja. Uh, ja. Toen deed Harry Borghouts ook nog de bijzondere uitspraak. Uh, de onderste steen komt niet boven, want dan valt heel justitie in elkaar. De onderste steen komt niet boven. Want er valt heel justitie in elkaar. Ah. Ik heb die avond zitten kijken naar tv. en ik van... Wat zegt Borghouts nou? Yeah. Wow! Hier moet, de kamer, hier moet een kamervraag over komen. Sterker nog: Harry Borghouts, verklaar je nader. Yeah. Wat zeg je? Niemand heeft er ooit een vraag over gesteld. Deze man is een keyplayer in de jaren 90. Deze man is een keyplayer bij de uh, ABP-roof uh, in de jaren 80. Mm. En. Um, ik wil zeggen, Siberitstra, heeft mij een jaar geleden uh, een voorstel gedaan waar mijn mond van open viel en ik dacht dat ik in een droom. Ik wist het even. Op, op dat moment was ik even uh, perplex. Ik zat op dat moment 25 maanden thuis. Ik had, ik, ik mocht, ik, ik, men wilde mij uh, ontslaan. Dat wist ik al toen al acht maanden. En Siberitstra gaf mij een kans. Hij zegt, we trekken je ontslag in. En we bieden je een nieuwe, frisse start aan. Maar dan moest ik wel al mijn beschuldiging intrekken. En voortaan gewoon eigenlijk, ja, dat komt op neer. Doe wat je told. Je moet in de gareel lopen. En weet je wel, zoals een goed ambtenaar. Nou ja, wat hij dan goed ambtenaar betaamt. Maar ja, ik noem het maar een zwijgdeal. Heb je dat ook opgenomen? Ik heb het zwart op wit. Ah. Werd het echt gewoon schriftelijk even bij je bezorgd. Ik kreeg, uh, het is ook nog een saillant detail, uh, in op maandag 2, 3, 4, 5, 6... van maandag tot en met vrijdag 6 september was het een themaweek op het hoofdkantoor. Dus waar de best betaalde ambtenaren van justitie werken. Die hadden een themaweek en dat heette de week van het onbesproken gedrag. En de organisator was centrale coördinator integriteit nee. Dirk Rinkel. Gevaarlijke man. De man moet... Uh, uh, in mijn ogen zo snel mogelijk uh, gearresteerd worden en ja dat maar dat gebeurt in Nederland niet, want in Nederland wijst liever naar andere landen die zeggen liever van in Soedan is het mis. De, ik kreeg een aanbod, meneer Plug, uw ontslag. Hij, hij, hij betichtte me ook nog. Hij vond uh, eerst ging hij me ook nog uh, verwijten mm -hmm. dat ik uh, in steeds schrillere bewoordingen melding had gedaan. Maar dat betekende uh, als een melder eerst meldingen doet, dan ben je nog formeel. En geachte heer Rietstra, geachte heer Zwitser hierbij, bla bla bla. bla. Maar als er in de tussentijd je wordt niet gehoord, je wordt niet serieus genomen, ze gaan je ontslaan. Je weet waar het op uitdraait. Denken, je gaat gewoon uh, op het offerblok, je wordt gewoon opgehangen, ze gaan je executeren. Vaarwel, doei, dikke doei, mazzel. Ja, ja. Uh, toen gebeurden er nog incidenten, dus ik bleef meldingen maken van incidenten. Dit is er weer gebeurd, dit is er weer gebeurd. Er is een gedetineerde overleden, uh, er is de eigen directie en kaderleden en hoofdmedische uh, dienst, hoofdverpleging die gingen uh, zelf intern onderzoek doen naar een sterfgeval in het JCVSZ. Dat mag helemaal niet. Er gevangenisziekenhuisgegevens. Dat is uh, uh, op 15 juni 2019 op zaterdag. Ik meen, nou, 15 juni 2019 is er een iemand overleden. En overlijden wel eens mensen in een, in een ziekenhuis. In een, ja, speciaal. want er komen ook als terminale mensen binnen. Ja, ja. En, uh, uh, maar uh, kijk, collega's denken ook wel eens van: ja, wat is Huig? Is hij nou de vuile was om buiten hangen? En wil die uh, sluiting van ph Gland of JCVZ veroorzaken? Niets van het alles. Ik wil, en dat heb ik. Ik wil niet zeggen, een zuivering is een raar woord. Ik wil uh, dat er een groot onderzoek wordt opgestart naar de handel en werkwijze van de kader- en directieleden van PIH uh, landen. Mm. Uh, in, uh, uh, ja, ik ik, uh, in verband met het opmaken van valse rapporten, valse mededelingen, uh, het verstrekken van onjuiste informatie. Uh, naar ex -interne, uh, interne kanalen, maar ook naar externe kanalen, naar het hoofdkantoor, in mijn geval ook naar het UWV. Naar de case manager. Ik ben door vijf mensen geframed, geframed Er zijn valse rapportages, valse verslagen over mij opgemaakt. Ik ben ernstige problemen gekomen. Ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik heb het allemaal kunnen pareren. Ik heb echt, aan, mensen, aan sommige mensen vind ik echt dat ik mijn leven heb te danken, dat de echte, en die mensen weten ook wie dat zijn. En uh, dat, mijn zaak is daardoor, of ik zeg elke keer mijn zaak, maar het gaat mij erom, ik kom op voor de met mensen. De zaak door, waar, jij je voor opkomt, waar jij voor opkomt, laten we het zo zeggen. Ik ben, ja. ik zeg het, ik zit hier niet, of, niet op mijn ongemak, maar uh, ik heb de afgelopen tijd heb ik gewoon... Maar ik, het is zoals het is, ik ga hier niet uh, gemaakt zitten, ik hoef uh, niet gepoeierd. Ik knipper met mijn ogen, ik snuif, ik heb allerlei uh, trekjes ontwikkeld, maar... Klokkenluiders of mensen die onder zware druk staan, die zullen dat herkennen. Uh, uh, ik, heb, ik heb alles weten te pareren wat ze, mij hebben, uh, ze, hebben, wat ze met mij hebben uitgehaald. Je eist dat onderzoek naar die hele top, uh, van, uh, vanwege allerlei uh, gedoe, maar natuurlijk ook vanwege het in stand houden van al die misstanden. Vanwege de hele grote kans dat er, no dat er weer die branden uitbreken, nou ja. dat er nog steeds een angstregime heerst onder het personeel. Dat, dat is nog steeds zo. Ja. Dus eh, ik kan aantonen dat er dus vanaf januari 2017 tot nu, 4 september 2020, ook al werk ik, ik, niet, ook al werk ik er niet meer. Ik. Uh, kan dat aantonen. Sterker nog, er loopt de klacht van die artsen en verpleegkundigen loopt nog. De inspectie heeft geprobeerd om het weg te toveren. Inspecteur-generaal Henk Corvinus. Wie is hij om dit te doen? Ik vraag u, Henk Corvinus. Kom, ik nodig u uit. Kom maar, kom hier in de studio bij de Blauwe Tijger of waar dan ook. Durft u het aan? Waarom zit u? Waarom mag u een klacht van uw eigen inspectie onderzoeken? Dat kan helemaal niet, want ik, kan ik veeg de vloer met ze aan. Ik heb opnames, ik heb documenten waaruit blijkt dat er gesjoemeld is met, met een, een woordelijk verslag. Ik, dat is, er is, er is in november 2019 is er een verpleegkundige op staande voet ontslagen. Het is, ik, heb het, ik, heb, ik heb een dossier gelezen. Op dat dossier moet Sander Dekker direct aftreden. Maar Sander Dekker moet ook aftreden. En wat heeft minister Dekker daarmee te maken? Ja, eigenlijk, minister Dekker, eh, wij vallen, het gevangeniswezen valt onder Dekker. Ah, grappig, eh, Dacht je er iets anders? Nee, ja, goed. De, de relatie met Sander Dekker moet aangetoond worden. Hè. Dus dat ook voor de, voor de kijker. Ja, blijven Kijk uit, Kijk uit. Dus we, 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 hoe zit Sander Dekker in de, aan deze zaak vast? Sander Dekker, heb ik, daar heb ik... Ik heb drie klokluisbrieven naar Sander Dekker geschreven. Ja, echt? Op 5 maart... Uh, in maart 2018, hm. 17 april 2019 en november... 2, uh, 17 april 2019 en november 2019. Hm. En daarin heb ik... Als, als het dan al gepubliceerd wordt, denk je van... Wat? Wat is hier gebeurd? En waarom is dit niet onderzocht? Hm. Uh, de Tweede Kamer is vanaf 11 april... 11 November 2019 heb ik de vaste Kamercommissie JNV ingericht, ingelicht. Uh, ik moet u zeggen, van de deal van Siebe uh, Rietstra die heb ik niet aangenomen. Want ik ga toch niet zwijgen en dan een nieuwe baan aannemen... en dan binnen een maand natuurlijk afgeschoten worden. Uh, ja. ik, ik vind, deze man is niet meer serieus te nemen. Ik heb een, uh, deze man heeft een nieuwe baan uh, aangeboden gekregen. Uh, van. Uh, nou ja, de, deze man heeft een petwissel ondergaan. Hij is van secretaris-generaal is hij afgevloeid. Uh, Dikkie Schoof heeft de SG-functie overgenomen... van de AIVD's die de SG geworden. En die werd uh, uh, eerst consult consultant... en die is nu directeur van de ABD Topconsult. Nou, zegt dat de kijker misschien helemaal niks... maar dat is een van de meest invloedrijke functies... die je maar kan verzinnen. Als ambtenaar. Als ambtenaar. En ik heb je... in februari 2009... Nee, uh, dat... Bij de topambtenaar heb je de Algemene Bestuursdienst... Mm -hmm. Dat, dat, is eigenlijk de, ja, en, uh, dat is eigenlijk de groep waar alle uh, secretarissen-generaal en nog een aantal bij zitten. Een, een groep van ongeveer 90 man en vrouw. En Sibaristra dus, zat daar dus bij. Mm -hmm. En hij is dus weggegaan bij justitie. En hij heeft een, een, dus AB topconsult, wil zeggen dus een, een vrije functie binnen die algemene bestuursdienst. Klopt dat? Je moet het zo zien, uh, althans... Uh, hij was, was eens consultant, maar hij is volgens mij vanaf 1 augustus 2020 is hij de directeur. En hij mag de leuke baantjes gaan verdelen. Dus wie wordt er DG en wie wordt er SG? En uh, wie wordt er DG stikstof? Ja, ja. Of wie wordt er COVID-19 ja. programma directeur-generaal? Zou je zeggen van, verzint, uh, de, 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 verzin ik dit? Nee, het bestaat. Ga maar zoeken. Maar ik heb uh, bezwaar aangetekend bij de Tweede Kamer... In februari 2020, ik zeg uh, geachte leden van de Vaste Kamercommissie JNV... Hierbij uh, wil ik uh, bezwaar aantekenen tegen de benoeming, benoeming mogelijke benoeming uh, die eraan zit te komen van de heer Syberistra. Ik kan aantonen dat meneer Syberistra betrokken is bij het afdekken van zeer ernstige ambtsmisdrijven. Hmm. Dat ga je niet zomaar schrijven. Nee. Ik heb dat gedocumenteerd, ik heb dat vastgelegd. Ik voel mij serieus genomen door. Uh, moet ik zeggen, Michiel van Nispen van de SP, die... tweede kamerlid. Ja. ja, tweede kamerlid Michiel van Nispen, die kent mij, die kent mijn zaak en die heeft hart voor de zaak, die heeft hart voor het volk, mm. die heeft hart voor de gedetineerden en dan voel je gehoord. Maar hij kan ook niet, ja, hij kan ook niet alles doen natuurlijk voor me of voor mij. Ik moet zeggen, een gouden kerel. En ik heb door de bij van hem bijgewoond dat ik denk van, wow, wat ben jij goed. En ja, dus voor hem, door hem voel ik me gesteund. En uh, hij heeft afgelopen 2 juli 2000, hij heeft uh, twee maanden geleden in de nacht, of, uh, heeft hij gevraagd samen met Atje Kuiken, uh, er moet een, hij heeft voorgesteld aan de Tweede Kamer, of er een nieuw onafhankelijk onderzoek kan ingesteld worden naar de gang van zaken in het Justitieel Centrum voor Sommatische Zorg. Dat werd toen gesteund door alle partijen, niet alle partijen, natuurlijk de coalitie die was tegen. Oké. Okay. Ja, ja, dat is toch coalitie of ben ik. Ja, ja? ja coalitie? Ja, dat is een regeringspartij. De regering was tegen, maar die werden ondersteund door Keesje van der Stij, ja, want, de want ja, ja, SGP. De FVD. En Haga. Ik was zeer teleurgesteld. Uh, ik wist niet wat ik zag. Ik bedoel, kijk, de politie zat daar namens de FVD? Hedema. Nou, ik, 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 weet niet. ik heb dat niet kunnen vinden. Of het nou met handjes opsteken was, maar ik dacht. Ik vind. Uh, ja, ik weet niet of Thierry Baudet dat weet. Uh, ik heb Thierry Baudet. Uh, tijdens mijn demonstraties heb ik hem. Uh, heb ik hem ook gesproken. Aangesproken. En, uh, uh, maar ja, hij kan ook niet alles weten. Ik bedoel, het is een. Een vreselijke job natuurlijk als kamerlid. Het is echt niet leuk natuurlijk. Ik wens, het. lijkt me echt. Dat is echt niet leuk. Maar uh, 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 ik heb het aangegeven. Ik, ach, ik. vind de FVD. Acht ik daar aansprakelijk voor. Dus ik vind. Uh, ik kijk FVD, SGP, Haga. Wie zijn jullie om een noodkreet? Hoe, hoe durven jullie? Er is één gevangenisziekenhuis in Nederland. En er zijn vanaf. Er zijn uh, heel veel krantenartikelen verschenen. Vertel mij eens, want ik krijg nooit antwoord. Vertel mij eens, waarom negeren jullie noodsignalen? Vertel mij dat eens. Want daardoor, ik zeg je, het systeem is kapot, verrot. Wie ben ik? Ik, hoef, ik kan lang uit achterover liggen. Tom, bij elk. Ik heb vandaag, uh, ik, ben, ik heb de stap genomen om naar deze studio te gaan. Ik heb vanmiddag, voordat ik, naar uh, voordat ik uh, vertrok. Heb ik een mail gestuurd naar mijn laatste noodsignaal naar de Kamercommissie ENV? Ik zeg vanaf nu: Dit is mijn laatste noodkreet. Vanaf het komende krantenbericht, ik, ik stel de regering aansprakelijk. Of er nu een dode valt of een gewonde. Geef de documenten aan advocaat of aan nabestaande. Welke ramp er ook gaat gebeuren. Ik vind de ondersteen: het, ik, ga alles dood, ik ga alles naar buiten spelen. Je wil niet weten wat ik in mijn bezit heb. Ik kan 24 uur Blauwe Tijger vervullen. En ik zeg je. En ik, ik bluf niet. De vier komt nooit meer achter Rutte zijn naam staan. Nooit meer. Geen kabinet Rutte 4 meer. Uh, het is exit. Het is, het is exit Grapperhaus. Het is exit dekker. Het is exit Hugo de Jonge. En is die hier ook bij betrokken? Ja. Of ja, minister Volksgezondheid. N zijn inspectiedienst IGJ. Ja. En ik heb het op film. Uh, we hebben hem gefilmd uh, vorige week, heeft hij mij gezien. Uh, toen ik als eenmansdemonstratie nog toegestaan was. Uh, er, iemand noemt hem Ligo de Jonge, moet ik altijd hard om lachen. Want we moeten ook wel eens lachen natuurlijk, uh, want anders had ik het niet overleefd. Maar Hugo de Jonge, de, de, die, uh, wat heeft hij ermee te maken? Hij heeft een inspectiedienst, inspectie uh, gezondheidszorg en jeugd. En zijn uh, 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 bedrijf is gevestigd, of is het een bedrijf, Parnassusweg. Om de hoek van justitie. Uh, zijn IGJ heeft ook te maken gehad. Als kijk, de IGJ is, is een inspectiedienst die op moet treden als uh, verpleegkundigen of artsen, als er misstanden gebeuren of fouten ja. in ziekenhuizen, dan komen zij de boel bekijken, ja. doorlichten ja. en dan maken ze een rapportage op. Ja. Maar in mijn uh, of in onze tent, ik noem het nog onze tent, uh, dan zou je zeggen, dan komen ze op een ogenblik, op een tijdstip binnen. Wat, wat niet bekend is gemaakt. Hmm. Elven, ja. uh, maar hier uh, in Scheveningen was het uh, soms zo. Uh, er is een uh, artikel verschenen dat, uh, dat het een zwijnenstal was in het uh, gevangenisziekenhuis. Dat heeft ook uh, in de krant gestaan. Zwijnenstal in Justitieel Centrum voor Somatische Zorg uh, of in het gevangenisziekenhuis. Rond die tijd is de IGJ binnen geweest, maar voordat ze kwamen... acht dagen eerder was het al bekend dat ze kwamen... Dus, oh ja. Ja, nou, dus, uh, ja. dus, Pak eens even een paar bezems natuurlijk. Nee, toen vond er een schoonmaakoperatie plaats ja. die ze een weer gaan niet kenden. En ja, ik ken dat ik begon in 1990. Hello. En altijd als, als, als het was van: nou, staatssecretaris Costo komt eraan. Of uh, wie hebben welke klungels hebben we allemaal gehad? Hier uh, is in. En al die. Het is echt. We zijn, noemen het ons Muppet of: Muppetje of poppenkast. Wat een idioten hebben er op die plek gezeten. Maar wij stonden met onze poten in de blubber. En wij hebben de meest, met de meest gekke mensen van uh, heel Nederland gewerkt. Ja. Maar wel, we hebben ook heel veel gelachen en uh, ons best gedaan. Maar altijd als er een houten methode kwam... Nou, iedereen weet het. Niemand kan dat ontkennen. Dan werden er nieuwe zeiltjes gelegd. Uh, uh, er werd geverfd. Nou, de de schoonmaakmachines uh, maakten overuren. Uh, de draadkarren verdwenen uit de gangen. Het was meestal een grote tyfusbende... Maar... Dat verwacht ik. Oké, okay, dat is nog leuk als de eminentie komt. Mm -hmm. Maar als de inspectie komt om een misstand te onderzoeken... Mm -hmm. ja, dan, moet je, dan ga je dat toch aankondigen, hè, denk ik. Als ja, de? Dat, dat, nou ja, als de inspectie komt om een misstand te onderzoeken... Mm -hmm. da, dan gaan ze dus aankondigen dat ze komen. De, maar volgens mij moet dan de inspectie zelf ook helemaal opge, opgeschoond worden... als ze zo'n streken uithalen. Dat vind ik ook omdat ja, ik, uh, of ik kan ook aantonen, ik heb uh, ook de interne e-mails en ik was daar ook vaak. En uh, er zijn, ja, ik heb heel veel, uh, ik kan alles blootleggen. Dus dan wordt er aangekondigd: van jongens, dat artikel over de zwijnenstal was nog niet verschenen. Dus ik heb ook een tijdlijn waarin je, waarin je precies ziet wat er gebeurt. En ik zie alles gebeuren. ik denk: van, oh nee, wat gebeurt er nu weer? Wat doen ze nu? En ik denk, laat maar, want ik, ik ben niet de regisseur, maar. Dus ze zijn gaan schoonmaken. Dat artikel kwam. Nou, uh, ja, het is niet fijn. Zoiets stond er. Uh, de, het gevang, dat het gevangenisziekenhuis een zwijnenstal was, dat heeft een uh, uh, een interim manager, de heer uh, Erik S. heet die, die ook een onjuist verslag over mij heeft opgemaakt, die ook waarschijnlijk heel veel geld heeft verdiend uh, als externe ingehuurde interim, kracht. Ja. ja. Nou, die. Die bakte er helemaal niets van. Die knip- en plakverslagen, een soort goeroe-achtige... Uh, dat je denkt van, hoe komen ze daaraan? Hoe heeft hij die baan nou weer gekregen? Uh, die heeft in een interne e-mail geschreven... die heeft zelf geschreven ja, dat, het, dat het gewoon ook een onhygiënische bende was. En dat het ook uh, ja, soms wel op een zwijnenstal leek. En die schreef met name over de gedetineerde... die uh, een van de... het grootste slachtoffer. Van het afdelingshoofd, wat dus voor de, 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 voor de angstcultuur heeft gezorgd. Dat was een, een, een man met een dwarslesie... die afhankelijk was van, uh, dat zijn cel werd schoongemaakt. En die dus heel veel zorg nodig had. Ja, die, die bleek in een hele vuile cel te bivakkeren. Dus ja, uh, ik, en ik blijf te dus zeggen: ik wil mijn collega's niet uh, uh, in een lastig pakket brengen. Nee, nogmaals, de tent moet open blijven. En PIH-landen moet open blijven. Maar alle mensen die verantwoordelijk zijn, en dat wil ik ook mijn collega's duidelijk maken, alle mensen die verantwoordelijk zijn voor de angstcultuur, die dus niet alleen het JCVZ heerst, maar ook in andere panden. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor de angstcultuur en het opmaken van valse verslagen en het onder druk zetten van gedetineerden en personeelsleden, die moeten het veld ruimen. En, en valt het allemaal onder de organisatie van pih Haaglanden? Of is dat... Het is, het heet... Want je hebt het over die andere panden. Mm -hmm. Van welke organisatie precies? Ja, PH-landen, dat zijn dus... Uh, uh, dat is, maar ik moet eigenlijk voor het JCWZ uitgaan. Maar ja, heel veel mensen hebben hun... Uh, uh, hebben en houden ook bij mij gedeponeerd over van de andere panden. Ja, ja. En ik heb er niet om gevraagd, maar... Men was soms aan het spuien. En die panden, van, wow. Maar die panden staan allemaal in regio Den Haag. Dat is, nee, dat is één terrein. Ah. Het is de PH landen, okay. dat is, dat is, ja, ja. de hoofdontrein is Pomsteons zeg 32. Ja, ja. En, maar de, de toezichthouder is ja. Gerard Pakker, dat is ja. de hoofddirecteur DEI. En deze man is nu al twee jaar en één maand op de hoogte van de Griebesbende. En ik, ik neem het. Uh, uh, ik vind dat uh, um, een uh, hoofddirecteur, een topambtenaar, die betrokken is, uh, die, die dus die dus de noodsignalen heeft genegeerd... en niet heeft geluisterd naar... Uh, die heeft ons afgeserveerd. Mm. En ik vind, hij heeft de gezondheid en de veiligheid... van alle personeelsleden en van alle gedetineerden... Heeft hij, die heeft hij gewoon... Hij ge in mijn ogen geeft hij niets om mensen. Mm. Hij, geeft, hij, hij doet niets aan waarheidsvinding. Mm -hmm. Hij doet niet... Uh, uh, hij heeft mij uh, gewoon... En ik durf je... Uh, ik vind uh, Gerard Bakker... Uh, de man is al 40 jaar in dienst nice van de overheid. Ik ken zijn verleden ook. Ik ben gaan graven in zijn verleden. Uh, nou, ik kan je vertellen: nu de man uh, is schuldig aan het afdekken van zeer ernstige ambtsmisdrijven. En hij heeft Nederland in gevaar gebracht. Maar dat ga ik ooit nog in een volgende uitzending. Dat, daar kan ik één uitzending aan vullen. En ik zeg je: dat is internationaal nieuws. Want je zegt Nederland in gevaar gebracht. Dat is internationaal nieuws. Dat is... Dat, dat is internationaal nieuws, is het. Ja. Ik ga het nu niet zeggen. Okay. Maar ze weten wat ik heb. Ja. En ik vrees, ik dik dit niet aan. Het staat op jullie website, op de website. Ik, ik vrees voor mijn leven. Dat is niet niks. Om datgene wat je in handen hebt, om, om, uh, of om je eigen dossier? Alles. Ja. Want ik ben begonnen te, met jou. Je zei, ik zei van hé, je, bent, je bent een expert, misschien wel het wandelende archief over de zaak bijbasin. En daarmee ook heb je je verdiept in de zaak demming. En ben je het wandelende dossier in de zaak Demming. Je, je hebt zo'n enorme hoeveelheid kennis opgestapeld in je hoofd. En buiten je hoofd waarschijnlijk ook. En uh, dat, dat maakt jou natuurlijk meer dan alleen maar iemand... die een aantal misstandjes aan, aan, uh, aangekaart heeft bij de leiding... over één gevangenisziekenhuis te weten Scheveningen. Ik weet eigenlijk... Ja, kijk, ik weet ook... Uh... Of ik zie waarom, wat, wat, wat er met mij is gebeurd de afgelopen tijd. Dat ik. Dat het, uh, misschien hadden ze het gevangenis ziekenhuis wel willen aanpakken. maar ze wisten dat ik de motor uh, ben achter het hele verhaal. Dat denk ik. Dat is mijn theorie. Maar ze weten ook uh, uh, mijn, of mijn bijzondere hobby. of mijn activiteiten, die ik uh, door de jaren heen. Uh, op diverse vlakken. Uh, ja, ik ben bij diverse dingen betrokken die op mijn interesse hadden. Maar jij noemt deze namen waarvan ik eerst dacht van die namen ga ik niet noemen, omdat uh, ik moet het over uh, de gevangenis hebben. Maar ik kan niet ontkennen dat ik te maken heb met. Uh, ik, uh, ik ben uh, een ambtenaar van justitie, die voor de overheid heeft gewerkt. De laatste jaren, dus uh, thuis heeft gezeten. Ik wilde werken, maar mijn werkgever heeft mij gewoon het werk onmogelijk gemaakt. Ze hebben een gezonde werknemer hebben ze van de werkvloer afgehouden. Een kritische werknemer. Ik mocht niet kritisch zijn, hè. Maar ik ben uh, er 100% van overtuigd ook. En het... Hoe zijn wij misschien? in? Die man uh, zit vijf, bijna 25 jaar onschuldig vast. Ja. Dat uh, kan ik. Uh, dat, uh, ja, en wie, wie, wie ben ik. Uh... Wie ben ik? Er zijn boeken over schenen. Ik wil onder Ede verklaren bij de Tweede Kamer. Ik wil onder Ede verklaren over de casus, de misstanden op het terrein van P.A. Haaglanden. Maar uh, ik wil, of wie ben ik om te willen of te eisen of te denken dat. Ik kan het een en ander vertellen over de zaak Bijbelsin. Maar ik wil ook onder Ede verklaren over hoe zijn Bijbelsin. Wat ik daarvan weet. En... Die man is onschuldig. Dus moet je je voorstellen dat iemand 25 jaar onschuldig. op basis van. Uh, uh, fake bewijzen of valse rapportages. En ik ben niet de enige. Oud-gevangenisdirecteuren uh, zijn ook overtuigd van zijn onschuld. Dat zijn uh, de voormalige. EBI-directeur. Algemeen directeur van. EBI-PI uh, Vught, Dat is uh, Bart Molenkamp. Jacques Van Huet, Voormalig directeur van de. de Bijlmerbayes en de. Scheveningse gevangenis. Ja. Frans Douw, oud-directeur van PI Zuiderbos en Jos Poelman, ook uh, uh, een uh, autoriteit uh, van de pompenkliniek onder andere. Dus ja, die Nijmegen. is... Ja, ja. en die, zijn, uh, die hebben zich de afgelopen jaren uh, uh, laten zien bij demonstraties. Uh, die eisten toen zijn die, die vrijlating, maar ook een heropening van zijn zaak. Een herziening. Ja. En uh, ja, mensen kunnen, kennen daar dus de filmpjes van, maar... Als je goed kijkt, meestal gaat kijk, je moet soms filmpjes kijken en foto's lezen. Ja, dan zie je mij ook vaak uh, verschijnen. Ik gedurende mijn schorsing van uh, dat ze mij van het terrein hebben afgeduwd... Uh, ben ik, uh, ja, heb ik me uh, ontpopt als activist. En justitie weet alles over mij. Ze weten wie ik ben. En moet je je voorstellen? Dat is nog het meest interessante. Ik ben. Ze wilden mij gek verklaren. Ze wilden mij ontslaan. Ze wilden ik leefde in een parallel universum. Ik was een gevaar voor andere mensen. Ik zou andere mensen iets aandoen, volgens de verslagen. Waarom biedt secretaris-generaal Siberitsa mij op 4 september 2020 dan een nieuwe baan aan? Zij wisten, iedereen wist, de hele top en alle ministers en veiligheidsdiensten, die weten. Bijbesin, dat is een dossier, dat is een staatsgeheim, dat is een zeer gevoelig dossier. Iedereen die zich daarmee tegenaan bemoeit, die zit in het vizier. Ja. En ik was een ambtenaar van justitie, maar dat komt nog in een... Dat wil ik in eventueel... In, ja, ja. als, als je de ruimte hebt, wil ik dat... Ik, wil ik het, maar jij snijdt het nu aan. Ja. Maar daar wil, ik nog, daar wil ik nog... En nogmaals, als Kamerleden dit zien, ik hoop dat, u, dat jullie niet... Uh, ...alleen actie of kamervragen gaan stellen als de NOS... ...omdat de, als de NOS ze brengt of SBS of RTL of uh, 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 Jinek of Op1... ...Op1 heeft mij uitgenodigd, maar opeens mocht ik niet meer komen. Heel raar. En de Radio 1 heeft mij ook uitgenodigd en opeens ging het niet meer door. Maar ik zit nu bij een alternatief station... ...dus ik hoop dat er ook kamervragen gesteld gaan worden... ...naar aanleiding van mijn interview met hier, of met, uh, hier in de... ...studio van de Blauwe Tijger. Want het is zeer interessant dat als mijn onthullingen... ...niet zullen leiden tot kamervragen en niet tot een onderzoek... ...nou, dan, kunnen de, dan zeg ik van... Maar ...kijk, maart 2021, men wil er alles aan doen... ...om dan pas de verkiezingen te doen laten plaatsvinden. Ik zeg u, mijn interview... ...kijk, Sander Dekker en Vert Grapperhaus... ...die hebben gelogen in, over mijn zaak. Vert Grapperhaus heeft gelogen over de stand van zaken... Eh, ...naar aanleiding de acties die zijn ondernomen... Uh, van de zeven klok van de inspectie V. Ik ben bij twee debatten ben ik aanwezig geweest. Ik sta, als je op debat gemist uh, kijkt van de Tweede Kamer, dan zie je, dan moet je naar het algemeen overleg van de gevangeniswezen van februari. Yeah. Dan zie je mij vier uur lang tegenover Sander Dekker zitten. Praten ook? Of wat? Nee, ik ben aanwezig tijdens een debat. Yeah. Mm -hmm. Ik zit op, uh, ik meen op 6 februari 2020. Nou ja, in februari 2020 zit ik tegenover Sander Dekker in een van de kleine zalen van de Tweede Kamer. Ik zit op de plek waar normaal de pers zit. Ik, zit, ik heb bewust gekozen, ik ben vroeg aanwezig, ik zit in het midden. En uh, uh, ik kijk naar de Kamerleden en Dekker zit daar en uh, divisiedirecteur Schippers, Monique Schippers en directeur-generaal Erik Bezem. Uh, ook betrokken bij de Doofpot. En dat zijn dan op dat moment de souffleurs van uh, Dekker. En nou, Dekker kent echt helemaal niks. Echt? Dekker is echt. Nou, laat maar gaan. Dan zitten er ook nog drie andere ambtenaren, of een paar andere ja. ambtenaren. Maar dan zit er ook nog een leger van ambtenaren die zit in een geheime ruimte. En die moeten uh, de briefjes en de notities tikken voor Dekker. Wat hij allemaal moet gaan dat oplezen. Heeft hij een oortje in dan of zo? Nee, 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 maar hij moet dan allemaal viertjes de oplezen. De kijk, heb je er weer gelezen? Ja, gelopen, kijk, hij, is, hij moet voorlezen wat ja. anderen. Hij is de minister. Ja. Maar hij moet voorlezen wat anderen schrijven. Ja. Hij moet de zaak klein maken. Het is allemaal niet zo. Maar door mijn vast. Ik moet even een tandje rust nemen. Want ik merk dat ik dan een spraakwaterval word. Hij moet. Uh... Opeens stond het Justitieel Centrum voor Zomaatse Zorg op de agenda. Dat had nooit moeten gebeuren. Nee. Maar doordat ik zo als een... Ik heb echt... Ik heb zwaar... Ik heb eigenlijk of druk uitgeoefend. Ook op de... Gelukkig stond... Ik, Michiel van Nispecht, thanks to... Uh, en Gidi Markenshower van uh, uh, de PVV moet ik toch ook wel uh, bedanken. Um, het werd op de agenda gezet. En ik kan je vertellen dat uh, ik weet precies wanneer Dekker liegt. Mm. Want ik ken het dossier. En de dingen die Dekker heeft gezegd. Ja, Dekker. Als je, ik vind, kijk, vroeger moest zei ze was, een, als een minister liegt, dan moet hij aftreden. Ja. Maar ja, ja. in eh, tien jaar Rutte heeft dat. Ze hebben allemaal gelogen. Ja, ja, het gelogen. Ja. Maar ze komen mijn overal mee weg. Ja. En met een niet-kritische pers, oh, oh, oh. niet pers. Met een niet-kritische met, met, pers. Met een ja, ir daar. Ja, echt. Joh, ze, ze zouden dat, dat die idioot of die VVD'er het liefst 150 jaar hier daar willen hebben. Ja. <laughs> mevrouw mevrouw Broekes Knol, waar bent u op vakantie geweest? Wat is dit? Kijk Ja, hier. Ja. Ben je misschien geïnteresseerd in in uh, echte zaak? Nee, maar ik zou heeft in mijn zaak. Ik weet, het, ik weet het. je weet het. maar We even ja? nou. ja, je een zegt dat hij hier zo meteen naar me toe komt. Ik ben geen geïnteresseerd in echt nieuws. Ja. Ik wil gewoon mijn verhaal uh, uh, laten horen. Ik zou zeggen van mevrouw Broekes Knol. Uh, kunt u eens vertellen. Uh, met uw 168 jaar. waar zijn die. Uh, minderjarige asielkinderen. waar zijn die gebleven? Er is nu sprake van duizenden alleenstaande minderjarige asielkinderen. zijn er de afgelopen tientallen jaren verdwenen. In ik, Nederland? Ik zuig dit niet uit mijn duim. Jongen, jongen. En dat. Uh, Ga maar googlen, ga maar naar Delft. Mm. Duizenden kinderen zijn er verdwenen. Maar dat is een ander item. Maar dan zou ik zeggen: van ja, hier verwe daar. Of, uh, uh, of alle autoriteiten die daar uh, uh, in de Tweede Kamer. Of parlementaire journalisten. Waarom hebben jullie die vragen nooit gesteld? Wat doen jullie daar? Mm. Ferry Mingelen, wat doe je daar? Wat heb je daar ooit gedaan? Uh, ze weten van alles, maar. Ze, of uh, Roel Schrijnemachers van RTL4. Uh, 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 de, 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 Sander, Xander, weet ik het van de NMS? Stel eens kritische vragen, maar dat mag niet. Ze houden een, een hoog salaris voor. Uh, uh, er is geen waarheidvinding, men is niet geïnteresseerd. Het is een soort shownieuws, uh, RTL Boulevard. En ik heb de afgelopen maanden. Het heb, ik heb heel veel uh, verdrietige dingen gezien. En waar, ja, we, waar... krijgen, we kregen beelden van, jullie kamer, van jouw cameraman... van hoe dat daar gaat, hè? bij uh, die, dat deurtje waar ze allemaal uitkomen. Er staat dan een rook lint, waarachter de pers... die natuurlijk dringen, staat te dringen voor dat rode lint... Uh, om die ministers te interviewen. Nou, er staat één camera mm -hmm. en uh, twee mensen die de hele dag niks lopen te doen. En als ze dan die tijd niks lopen te doen... dan liggen er drie microfoons op de grond... waarop de emblemen staan van, volgens mij, RTL... NOS en, en nog iets. Ik SBS ieder... meen ik, ja. Nou, SBS, zoiets, ja. Nee, ik zag in ieder geval drie zenders mm -hmm. liggen. Drie plopkappen drie met het plopkappen. logo erop? Ja. En dat wordt dan afgewerkt door één, uh, één cameraploeg. Dat is eigenlijk dus één journalist die even drie zenders bedoelt. Maar dat is hetzelfde als je uh, toch kranten hebt. Ik bedoel, uh, heel vaak brengen ze allemaal over hetzelfde nieuws. Maar wat, wij, wat ik daar heb gezien, is. Uh, ja. Kijk, dat ik nu vandaag, uh, of ik weet niet of ik in de toekomst ook niet meer daar mag komen, maar uh, mogelijk demonstratieverbod van uh, en uh, demos mogen daar niet meer. Ik heb, mm. ik heb 30 keer bewezen, of ik, had, ik, ik heb 29 keer bewezen dat ik gewoon, uh, uh, of gewoon, dat ik daar uh, 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 aandacht vraag voor mijn zaak. Een urgente zaak. Als de mensen in nood zijn, als de mensen in gevaar zijn dan moet je uh, dat uh, laten weten. En aan alle gezagsdragers en ook, uh, uh, ook van het Stadhuis heb ik, ook er, heb ik er ook een paar van ingelicht. Jol, er is een bias die valt onder Den Haag. Zorg, uh, dan weet je in ieder geval dat er iets aan de hand is. Mm. Uh, de, nou, de pers die heeft mij uh, dus maandenlang nagezien gezien met het bord. Ik ben heel veel gefotografeerd... Ik heb hun ook het AD-artikel aangeboden. Niemand is naar me toe gekomen. Dat ik, eh, ik, nou ja, wat ik al zeg, uh, die was ook niet geïnteresseerd. Nee. Uh, uh, ja, zeer dubieus. Uh, uh, ik zou zeggen, wat, wat is hier aan de hand? Als, uh, uh, ja, steeds meer mensen in Nederland raken ook overtuigd van... Uh, krijgen we nog wel het echte nieuws te horen? Of wat, wat is er aan de hand? Nee. En ik ben... Uh, of klokkenluider, of, nee, me of melder van misstanden... mijn verhaal uh, is echt... En ik, hoef het, ik wil gewoon, on, ik, gewoon ik wil onder Ede gehoord worden. En parlementaire enquête. Ik weet niet of uh, parlementen, dat betekent ook nog dat andere partijen uh, mij gaan ondervragen. Uh, ik heb geen hoge pet op. Ik ben de, ik heb aan de bel getrokken bij Rijksrecherche ben ik geweest. Ik, uh, Bureau Integriteit. Dat is allemaal eigen initiatief. Hè? Ik heb uh, gesprekken gehad. Er zijn allerlei bewijzen. Sander Dekker heeft een brief geschreven op 20 januari 2020 aan Kadia Ariep. Anne Ariep. En uh, daarin ligt hij ook over mij. Oh, jij bent genoemd in die brief. Hij heeft mijn naam weggelaten, maar ik heb de originele brief waarin gewoon Plug staat. Ah. En dat is ook, je kan het googlen. Uh, het, het, is gewoon, het staat allemaal officieel vast. Hij ligt hij hij daarin. En ik heb ook de Tweede Kamer laten weten. Ik heb mevrouw Ariep ook ingelicht. Ik heb, dat heb ik ook op film staan. Ja. Ik heb mevrouw Ariep ook gezegd, <coughs> vorige week nog, eind augustus... Mevrouw Riep, uh, ik wil u even laten informeren. Ik heb dat al via e-mail gezegd in, mei, in de maand mei. Meneer Dekker heeft over mij als ambtenaar gelogen. Wilt u alsjeblieft actie ondernemen? En toen zegt ze, ik ga het doorgeven aan de vaste Kamercommissie. Maar dat wil ik helemaal niet, want nee. die weten het al sinds 11 november. Zijn we toch twijder... als voorzitter van de Kamer ik heb het dat al... serieus nemen... Dat de, dat de minister de Kamer voorligt? Ik heb het haar al laten weten... Ik heb de Vaste Kamercommissie laten weten jullie worden, in, jullie worden onjuist geïnformeerd door de uh, inspectie JEV, door minister Dekker en door minister Grapperaus. En nu ook Hugo de Jonge. Ja, ik zou mezelf zeer ongeloofwaardig maken dat, als wat ik hier verklaar dat het niet waar is. Doen jullie niks? Doet de politiek niet ingrijpen? Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ik kan u vertellen, er komt binnenkort weer iets in de pers. Doen jullie weer niks. Er is meer aan de hand. Nee, ik, ik hoef niks te, er komt binnenkort heb, weer iets uit. Heb je het idee dat de hele Tweede Kamer zichzelf nog wel serieus neemt? Ik, ik, heb, uh, ik, ben, afgelopen, uh, ik ben bij de opening van het parlementair jaar geweest. Ik heb uh, verschrikkelijk toneelstuk met die, met, die, met die zakenman of die advocaat. Of wat is dat, welke pet hij is nu... Uh, Vert Grapperhaus, Ferdinand uh, Grapperhaus, die heb, nou, die zat er als een kuikentje daarover. Oh. want hij, nou ja, het zijn bruiloft. Nou, gefeliciteerd, ja. Vert, ja. pikkebaas. Nou, eerst dacht ik van, gaat hij nou aftreden? Ik wil helemaal niet dat hij voor zoiets zulligs gaat aftreden. Ik, hij moet op hoofdzaken aftreden. Ja, en dat is Vert Grapperhaus is ja. betrokken bij een corruptieschandaal. Ja. Van de inspectie jnv en dienst justitiële inrichting. Het is toch heel simpel. Ministers die onder zware druk staan met serieuze misstanden en corruptieverschijnselen. Mm -hmm. die worden toch echt richting de achterdeur gemaneuvreerd... om het meest vitiele bijzaakje waar het land weken van in de uh, rep roer is. Mm -hmm. Dat is toch juist de bedoeling? Want dan kunnen ze net als Donner, net als Hirschbalin. Mm -hmm. die hebben dat kunstje vaker geflikt in een volgend kabinet gewoon weer aantreden. Of lekker, lekker hoofd van de, hoge, van de Raad van State worden. Of van een RVM, Of van... RIVM, of van een, weet ik het waar. Hm. Dat is toch precies de bedoeling. Dat die mensen over hele kleine details geloosd worden. Zodat ze nou aan ja. de top kunnen blijven. Ik dacht dat het misschien zou gaan gebeuren woensdag. En ik heb daar vanaf vier uur tot uh, de eerste tot, tot schorsing van tien voor half acht gezeten. En toen ben ik naar huis gegaan. En denk, dan ben je kotsbeu, want al die. Uh, 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 ja. Ik denk ik dat Rutte nu helemaal in zijn vuistje lacht. Van, joh, ja, niet in zijn vuistje. Gewoon het schater lacht over zoveel zulligheid in de Kamer. Dat, ze, dat ministers zelfs niet meer aftreden naar zoiets. Maar vond je dat hij wel wat moet aftreden dan? Ja, maar niet over dit. Van zijn bruiloft? Ja, Maar uiteraard moet hij om dit ook aftreden. Maar natuurlijk, hij moet om. Die, we moeten. Die ministers op hoofdzaken kunnen laten aftreden. Mm -hmm. Ja, en, maar nou ja. Dat, dat, dat wil ik zeggen. Als wanneer ze op een zware zaak moeten aftreden, treden ze ook niet meer aan. En dat is natuurlijk het probleem. Die mensen moeten blijven roleren op die topfuncties. En, en zodra ze af, af gaan treden op een, op een heel zwaar dossier, wordt het heel lastig voor ze om nog een keer aan te treden over een jaar of twee jaar. Nou, ik, ik, oké, okay, we hebben het, net wat je zegt, over die kunstjes. want... Heer Spallin is een keer uh, rond de IRT-tijdperk afgetreden. En die, die trackpop die werd later weer gelanceerd. Ja. Vert Schrapperhaus vind ik... Kijk, Nederland uh, wijst ook naar andere landen met... Uh, uh, je hebt... Vert Schrapperhaus moet aftreden. En ik vind dat hij ook nooit meer advocaat mag worden. Hij is ongeloofwaardig als minister nu op dit moment. Ik heb hem vanochtend gezien... Er staat een filmpje op de website, ja, uh, ja daar zeg ik, ik ben geëmotioneerd, uh, met al die politiemacht, geïntimideerd ook nog gewoon. Maar op dat moment, uh, uh, ja, ik moest lachen, want uh, hij had een soort snik uh, afgelopen woensdag. <laughs> en, uh, ja, vert, zijn handel en werkwijze moet onderzocht worden. De man is betrokken bij het afdekken van zeer ernstige ambtsmisdrijven, samen met uh, Sander Dekker... Ze moeten ter verantwoording worden geroepen. als de, het, uh, de Er is geen houde meer aan met deze hele ploeg. Het is verschrikkelijk. En ik vind ook dat er een onderzoek moet plaatsvinden tegen wie, welke, welke Kamerleden zijn betrokken bij het saboteren van het verzoek van Atje Kuiken en, en Michiel van Nispen. Die hebben het wel gevraagd. Kom met een onderzoek. Wie. Heeft het geblokkeerd? Wie heeft de gore lef gehad om dit te blokkeren? Ik raak iets wat geëmotioneerd. Ik wil dat er onderzoek komt. Doen jullie het niet. Jullie hebben mensen in gevaar gebracht en advocaten die dit zien en mij willen bellen, bel, sturen iemand naar de blauwe tijger. Ik wil uw zaak ondersteunen. Ik heeft uw cliënten gehad op het terrein? Ik wil niet mijn collega's ophangen. Never, never, never nooit niet. Haaglanden moet open blijven. Maar de misstanden die daar zijn gebeurd, dat is, het, en dat, ik heb het, in, ik heb, in april 2018 heb ik ook gezegd, ik heb gewaarschuwd, het kan een internationaal schandaal worden. Dat heb ik tegen Loes Tortieke, nu betrokken bij de uitrol van 5G, als ondersteuner van Angeline van Dijk. Ik ken ze allemaal, ze hebben ook de boel bedonderd, dat vind ik heel erg. Monique Schippers, ik heb gezegd het wordt een internationaal schandaal. schandaal. Kijk uit, waar, ik waarschuw je. Want de, de International Crime Court en de United Nations Detention Unit, je moet niet met de veiligheid van mensen spelen. Je moet niet bezuinigen op de. Je moet niet bezuinigen. Dat is. Uh, uh, ik wil het complex moet open blijven En mensen moeten, moeten naar hun werk gaan. Niet uh, met het gevoel om afgefakkeld te worden of, of uh, van. Oh, ik uit de fout. Nee. Hoe het vroeger was. Je, je, moet daar, je moet je daar als personeel ook veilig kunnen voelen. Weet je wel, niet bang, je moet niet bang zijn voor een leidinggevende. En dat is wat er gebeurd is de afgelopen jaren. En wij hebben dat aangekaart, ik ben niet de enige geweest. Jongens, wij hebben ook bij de, toen wij begonnen, hebben wij elke keer met de top gezegd: Ik zeg, wij zijn ook geen lievertjes en wij weten ook wel, er zijn dingen voor verbetering vatbaar. Weet je wel, ook de, bij de verpleging of bij de PIW'ers, daar staan we ook voor open. Maar zet geen. Zet geen. weet ik het? Zet niet iemand die gewoon een soort. Uh, zet geen man daar neer die ons onderdrukt? En dat is wat er gebeurd is. Dit boel is gewoon een finaal. Uh, wij sto, ik zeg, wij zijn. Wij elke keer, dat staat ook in de verslagen. In de verslagen, gespreksverslagen. <coughs> en in alle notities, notities die ik heb bijgehouden. Wij staan open voor verbeteringen. Wij weten dat wij zelf ook uh, het een en ander moeten verbeteren. Wij willen dat de tent gezond wordt. Ja. Wij willen niet dat er mensen geslachtofferd worden. Maar in nu, zoveel jaar later, zeg ik... Uh, de topambtenaren die ons hebben bedonderd... de topambtenaren die mij hebben bedonderd... de ministers die de boel in de doofpot hebben gestopt... die moeten aftreden en hun... ze moeten vervolgd worden. En dat is nogal wat, hè? want dat gebeurt nooit. Dat gebeurt niet in Nederland. Dat gebeurt wel in Turkije... Het gebeurt wel in Brazilië. Het gebeurt wel in Israël. Het gebeurt in alle landen waarvan Nederland zegt: van, daar gaat het mis. Waar wij met de vingertjes naar wijzen. Ja, en dat is wat nou Nederland met je vingertjes wijzen. Uh, daar is matchfixing. Ja, ja. Uh, daar worden, uh, wordt gestuurd, daar is uh, de fix, uh, de stemmingen. Maar hier in Nederland is het allemaal niet. Er is geen misbruik, er verdwijnen geen kinderen. Maar maar dat, is, dat zijn andere hoofdstukken. Ik ben hier voor van, de zaak... Uh, van bloemetjes ik, en honing. Ik ben hier... Ja, ja, ja. Nee. Maar het is hier... Uh, het is, niets is wat het lijkt hier. Nee, niets is wat het lijkt. We laten het erbij voor vandaag, uh, Huig. Dank voor je komst. Ik, uh, ik ben blij met je verhaal. En ook dat je vandaag direct hierheen wilde komen. Zeker na zo'n zware ochtend. Zelfs die wettige eenmansdemonstratie mag blijkbaar niet meer. En dan gaan ze je vangen op een... Uh, op het feit dat je een cameraman mee heeft om, hebt om je te filmen. Uh, ze hebben je weggestuurd met, uh, met je eigen buurtagent die even aan kon fietsen. Uh, de wijkagent rare, van Katwijk. Zulke rare, rare dingen. Um, en, en nog veel meer. Uh, we gaan het daar uh, vast nog een keer over hebben. En we gaan zeker uh, je blijven volgen. Je filmpjes blijven plaatsen. Artikelen plaatsen. En, um, want het is, het is te ernstig dit. Nou ja, bedankt uh, dat ik hier uh, mijn verhaal kon doen. Omdat, ja, wat ik al eerder zei, er waren, uh, de, de mainstream media heeft me uitgenodigd. Maar opeens hoefde ik niet meer te komen. Ja, bizar. Dat begrijp ik ook niet meer. Maar ja, uh, ik weet het ook niet meer. Ik, en daar, daarom ben ik nu hier. Uh, de noodsignalen. Ja. Alsjeblieft, kom op jongens, grijp in. Ja. Ja. En dat is, de Tweede Kamer is nu al zet. Ja, duidelijk. Ja, dacht u dat het alleen maar wat over corona, corona ging en een anderhalf meter maatregel? Die ze zelf ook natuurlijk aan hun laars lappen, diezelfde grapperhuis. Er is veel meer mis in dit land en dan zeker in Den Haag. Uh, en dan uh, in, tot in de laagste gelederen zie je dat het een, een bende is die elkaar de hand boven het hoofd houdt. Ja, we hopen natuurlijk dat het gewoon snel klaar is, dat, er, dat er de bezem door kan, uh, dat er een ommekeer plaatsvindt. Op politiek en bestuurlijk niveau. En daar kunt u natuurlijk wat bij helpen door deze video's te delen bij zoveel mogelijk mensen. Like ze, deel ze, abonneer je op dit YouTube-kanaal, volg ons ook op Facebook en Twitter. U kunt doneren aan Stichting de Blauwe Tijger, want dan kunnen we nog heel veel meer van dit soort afleveringen maken. Het grote klokkenluiden is begonnen en laat het niet stoppen totdat het doel bereikt is. Tot de volgende keer.

finewchese my new fwnd is coming soon i will be back with better video about how to make your own fine fine sawing thank <laughs> you